daar zijn we weer welkom bij aflevering 3 van het nos op 3 verkiezingsprogramma met weer hier in de zaal zes jongeren verse jongeren en twee lijsttrekkers ja zes jongeren twee lijsttrekkers en Sophie stelt ze ook meteen voor ja en natuurlijk weer onder begeleiding van hun lijflied gaande Opgegroeid in het naar eigen zeggen middelmatige, nuffige haarlem, spreidde deze El van Minerva zijn vleugels om richting de hoofdstad te vertrekken. Door de jaren heen was hij actief in allerlei boekenclubs, culturele clubs en een denktank. En die werd uiteindelijk een politieke partij. Die in 2017, ja daar komt hij hoor, komt u maar verder, voor de allereerste keer in de Kamer zit. Wij zeggen lavendel, we zeggen een vleugel en we zeggen vooral niet het World Economic Forum. Dames en heren, red ik Ja, we hebben het uiteraard over cherry. Dankjewel. Welkom. Welkom. Dankjewel. Welkom. Meneer Baudet, welkom. Ja, ik geef u dan ook een hand als u Sofie een hand geeft. Ja, en ja, 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 jullie ja. eigenlijk ook. Nou, dat Hallo. nog een keer. Ja, hi, nog een keer. Gedaan. Hoi. Hallo. Dit zijn de jongeren met wie u... Nou, een prettige vanavond, wedstrijd, uh, zullen we maar zeggen. Dit zijn de jongeren met wie u vanavond gaat spreken. Toch ja. eerst heel even over ja, wat er vorige week gebeurde. Dat was wel even schrikken. Zeker, ja. Dat was enorm schrikken. Ik ben op mijn hoofd geslagen door een ja, uh, verwarde man, zullen we maar zeggen... in Gent, in, in, in Vlaanderen, waar ik een lezing zou gaan geven. Dat heb ik ook gedaan uiteindelijk. Maar het uh, was natuurlijk heel naar, vreselijk geweldsincident. En uh, we hopen dat het, dat, dat niet... Uh, een trend wordt nu uh, meer uh, bij deze verkiezingscampagne dat het hierbij blijft. We hebben natuurlijk wel de beveiliging opgeschroefd en zo. Maar... Ja, want er liep een beveiliger naast u, volgens mij ook nog. Ja, ik heb nu natuurlijk overal continu uh, mensen om me heen. En, uh, maar het gaat niet alleen over mij, maar ook andere politici. Ik maak me wel echt zorgen om het klimaat, om de uh, mate waarin uh, over en weer soms. Dus ik ga proberen op inhoud heel erg uh, het debat te voeren. En, uh, ja. Kijken of we een trend kunnen zetten als Forum voor Democratie... voor een inhoudelijk en beschaafd debat. Maar hoe gaat het nu met u? Met mij gaat het goed. Ik ben echt met de schrik vrijgekomen. Dus 2,5 uh, twee, dag dat ik koppijn had, misselijkheid, een beetje dizzy... dat schijnt allemaal bij te horen, maar uh, nu is dat gelukkig uh, echt voorbij. Ik ben uh, gemotiveerder dan ooit. Dus en de campagne gaat u dus weer hervatten? Ja, helemaal. Ga zitten. En ik vind het leuk om hier te zijn. Fijn, Mooi. dank. Uh, wij vinden het fijn dat u er bent. Gaan we door naar de andere lijsttrekker. Uh, die staat ook nog steeds uh, vol in uh, het licht. Deze dertiger die haalde in zijn jonge jaren al zilver op de 400 meter. Was de haas van Sifan Hassan. En sprintte via de lokale politiek zo richting de top van zijn partij. Kost wel wat. Hij schijnt zo druk te zijn uh, dat hij zijn koffie onder de douche drinkt... om tijd te besparen. We zeggen robots, we zeggen klimaatdrammer. Wie is daarvoor aan te zetten? Dat is... Rob Jetten. Welkom. Meneer Jetten. Welkom. Dit nummer, Boumajet. Ja, lekker vrolijke Nederlandse muziek. Ja, ik, ik zag je ik zag al een beetje bounce. Ja, is een beetje daar onze campagnesong die we aanzetten als we in de auto zitten om weer op pad te gaan door het land. Boumajet, dat is eigenlijk een, strijd, een strijdkreet, hè? Precies. Wat betekent? Ja, nou wat het precies betekent, voor ons betekent het in ieder geval inderdaad er vol voor gaan. Het betekent volgens mij, maak hem af, ongeveer min of meer. Is dat een beetje met het gevoel dat u hier zit? Of is het... Nou ja, kijk, het zijn verkiezingen. Hè. Tot 22 november doe je natuurlijk alles om het vertrouwen van zoveel mogelijk mensen te winnen. Nou, goed dat u hier bent. Fijn. Uh, goed dat u erbij bent. Ga lekker zitten. Succes. Ja, en we hebben in deze uitzending natuurlijk weer twee grote thema's. Moet ik even goed kijken: wonen en onderwijs. Aan het eind is er natuurlijk weer die open ronde, die ken je inmiddels wel. Kun je vragen wat je wil, doe dat dus ook vooral. Ja, en doe thuis ook weer, of thuis waar je ook bent, misschien zit je wel op de wc te kijken. Maakt ons helemaal geen bal uit. Maar je kan in ieder geval meechatten op YouTube en doe dat ook, want al die vragen komen hier bij ons binnen. En er zit, net zoals de twee dagen hiervoor, uh, weer een lekker teampje achter de schermen. Uh, die kunnen we volgens mij ook even zien. Hallo? Jelle Arend, Def. Hallo. Jongens. You, you. Oh, hey. ja, uh, ja. Oh, kijk, nou daar zijn ze hoor. Gelukkig, ja, er wordt hier keihard gewerkt bij de NOS, zoals je ziet. Uh, als jullie massaal ergens iets van vinden, laat het ons weten. Dan nemen we het mee. Dan bespreken we het hier met die politici. En ik ga het vast even zeggen: dit is niet de plek voor lange probleemanalyses. Nee, we willen het concreet houden. We willen het over oplossingen hebben. En het mooie, als jullie het een beetje concreet houden, kijk, het zit hier. Zes jongeren uit het hele land. We kijken heel veel jongeren mee. En hoe concreter jullie worden, hoe meer vragen we kunnen beantwoorden. Goed, Here dus. we go. Inderdaad, wonen is het eerste thema. Sophie, je hebt een paar feiten. Zeker. Wonen, nou ja, ik hoef het natuurlijk hier iemand te vertellen. We hebben een woningstekort in Nederland. Uh, we hebben zo'n 390.000 woningen nodig in Nederland. En de komende zes jaar moeten er ongeveer nog zo'n 6 miljoen bijkomen. Uh, iedereen herinnert het zich misschien nog van de vorige verkiezingen? Bouwen, bouwen, bouwen. Ja? Nou, dat is, uh, ja, het schiet nog niet echt. Het is ook lastig om geschikte bouwlocaties te vinden. En de stikstofregels helpen ook niet altijd mee. Uh, huizenprijzen daalden een tikje de laatste tijd. Maar ja, de rente ging omhoog. Dus als je wat centen wil lenen om iets te kopen, ja, is het alleen maar duurder geworden. Nou, in ieder geval genoeg redenen om het over woningen te hebben. Dus, uh, Albert. Let's go. Ja, Cherise uit de Hoek van Holland. Je hebt een vraag. Voor wie? Klopt. Bij de heren. Oké, okay, go. Uh, nou, ik kom inderdaad uit Hoek van Holland. Dat valt onder de rook van Rotterdam. En nu zien wij dus dat uh, de stad vaak voorrang heeft op ons huis in het dorp. Komt natuurlijk door het woningtekort ook in de stad zelf. Vooral sociale huurwoningen. Wat zijn jullie plannen om dat omhoog te gikken, Die sociale huurwoningen? ook met stikstof in de gedachten? Natuurlijk bepaalde regels die we die er zijn. Wat willen jullie doen hier aan, aan de sociale huurwoningen? Zal ik beginnen? Ja. Ja, uh, we moeten inderdaad de komende tijd vooral heel veel bijbouwen. Maar ook nadenken over wat voor soort woningen bouwen we dan. D66 wil de komende jaren vooral starterswoningen bouwen. Tot 250.000 euro uh, als het gaat om nieuwe koop. Maar ook heel veel middenhuur en sociale huur. Zodat het ook makkelijker is om er uh, tussen te komen. En heel belangrijk: in de stad kun je veel bouwen dichtbij goede voorzieningen zoals openbaar vervoer. Maar het zou ook heel goed zijn om in alle dorpen en kleinere steden ook een straatje erbij te bouwen, zodat ook mensen die in hun eigen dorp of stad willen blijven wonen, ook makkelijker daar een woning kunnen vinden. Ja, wij willen de immigratie stoppen en dan heb je in feite het woningprobleem is dan klaar, want dat komt gewoon één op één doordat de afgelopen regering massaal de grenzen heeft opengezet en honderdduizend mensen per jaar netto heeft binnengeladen. Dus dat is één en op korte termijn. Willen we af van alle stikstofregels en al die klimaatdrammers uh, om uh, snel te kunnen bijbouwen? En dat zijn eigenlijk de twee hoofdthema's in ons, uh, in ons verkiezingsprogramma: die immigratie en de klimaatplannen. Die twee zaken die zorgen voor al die grote problemen in ons land. Dus als we daarmee stoppen, dan is het eigenlijk opgelost. Oké, okay, maar u zegt immigratie, maar ik bedoel iemand met een. Gezin met bijvoorbeeld vijf kinderen. Die vijf kinderen willen op een gegeven moment ook de deur uit. Dus het is niet alleen de immigratie die ervoor zorgt dat er huizen tekort zijn. Nou, kijk, nu. Nu niet. Want nu zoeken, zoekt iedereen een woning in Nederland. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, dus Amsterdam. Er zijn dan 10.000 sociale woningen vrijgekomen het afgelopen jaar. En slechts 22 daarvan gingen naar mensen zonder een voorrangstatus. En dat zijn onder andere vooral uh, asielzoekers, mensen met een status. Dus dat is enorm. Dus de druk die er is op de woningen, die wordt wel degelijk veroorzaakt door al die immigratie. En de afgelopen jaren is dat natuurlijk elk jaar zo geweest. Dus je kunt niet met één toverslag een probleem dat in tien jaar is opgebouwd oplossen. Maar je kunt wel van beleid veranderen, waardoor je het geleidelijk aan daadwerkelijk echt gaat oplossen en niet... Kijk, je kunt nu alweer zoveel woningen bij... maar als je de grenzen massaal laat openstaan... en al die immigratie blijft maar komen, blijft maar komen... en dat zijn de, gewoon de officiële kabinetsplannen... waar wij tegen strijden natuurlijk, maar dat is wel gaande... Ja, dan, dan, dan blijf je het probleem voor je uitschuiven. Dat is wat Pim Fortuyn noemde, dweilen met de kraan open. Dan, dan los je het nooit op. Ik had wel verwacht dat we in deze uitzending ook weer uh, iets uh, de schuld van buitenlanders zouden benoemen, maar nu ook al het woningtekort. Kijk, het immigratiebeleid. Het immigratiebeleid, ja, dat is het probleem. Het. Nu nu. We hebben in Nederland gewoon te maken met een woningtekort, omdat jaren geleden een VVD-minister zei: de woningmarkt is af, de overheid hoeft er niks meer aan te doen. We weten nu, de overheid moet juist heel veel doen om meer woningen bij te bouwen. Dat ze het stikstofprobleem oplossen, zodat we überhaupt vergunningen voor woningbouw kunnen geven. Maar ook veel beter nadenken over wat voor soort woningen bouw je. En het heeft niet zoveel zin om voor jou, denk ik... een groot eensgezinswoning met vier slaapkamers en een zolder te gaan bouwen. Want ja, jij hebt waarschijnlijk hele andere woonmensen op dit moment. Dus hoe bouw je klimmen, uh, kleine, goede woningen... die ook goed geïsoleerd zijn met een lage energierekening... zodat je in ieder geval kan beginnen op die woningmarkt. Dat je ertussen kan komen en dat je dan de rest van je leven ook... Ja, weer kan doorstromen naar woningen die dan passen bij je levensfase. En het is een beetje te goedkoop om nu al uh, daar uh, ook migranten en buitenlanders voorbij bij te bashen. Nou, ja. Is het een antwoord op je dat vraag? De oorzaak. Ja. ja, dan gaan we naar Dimitro. Ja, uh, de heer Baudet. Uh, ik heb uw partijprogramma gelezen. En in uw partijprogramma staat vooral uh, dingen... die uh, belangrijk zijn voor uh, woningkopers, maar niet voor de huurders. Hoe wilt u ervoor zorgen dat de huurders... ook makkelijker aan goedkopere woning kunnen kopen? Want ik zag allerlei... Dingen, bijvoorbeeld het maximum van sociale huur. maakt het dan natuurlijk niet, makkel niet makkelijker om een uh, goedkopere woning te vinden voor een huurder, voor een starter. Ja, kijk, bij het vorige punt ging het hier ook al over. maar uh, dus wij zijn een partij die steeds kijkt naar wat is nou in het grotere plaatje. de fundamentele oorzaak van, van dit probleem. Het is volgens ons uh, hartstikke goed als mensen. Op de vrije markt een woning kopen of als mensen hun woning willen verhuren. Maar de druk op die woning is te hoog. En hoe komt dat? Omdat er te veel mensen zijn die een woning zoeken. En dat komt omdat het kabinet de afgelopen tien jaar elk jaar. Netto 100.000 mensen erbij heeft laten komen. Dat is, dat is niet vergezocht. Dat is niet, oh, je maar wanneer, al... volgens mij bedoelt Dimitra ook ik, een beetje ik, de vrije sector, toch? Dus ja, maar ik, je, al, ja. al die sectoren van de woningmarkt, zijn diverse sectoren, je hebt de vrije huursector, je hebt de sociale huursector, je hebt de koopsector, die zijn allemaal ontwricht. Maar kunt u dan uitleggen hoe u dat dan nu ja, gaat doen? Hoe je bijvoorbeeld in die wat duurdere segmenten, in dat hogere segment, dus niet sociale huur, ja, ik, maar, ik, mag u, ik, u aan ik niet Zwaar. Voor deze uh, manier van een probleem benaderen. Want je kan wel allemaal op gaan sleutelen: en hier dan procentpuntje meer en dan daar 1%. Maar als je het, het onderliggende probleem niet aanpakt, dan ga je dit, dit, het grote vraagstuk ook nooit in betere banen leiden. Het probleem van onze woningnood in Nederland. Is de massale immigratie die VVD, CDA en D66 de afgelopen jaren hebben toegelaten? Dat ga je dus nooit oplossen door dan te zeggen: we, gaan, we geven mensen een startersubsidie of net even dit. Kijk, tuurlijk is het zo dat als je nu zou stoppen met immigratie, dan dat je niet van vandaag op morgen meteen het woningprobleem hebt opgelost, maar wel in, tussen nu en drie jaar. Dan is dat gewoon weg, want je bouwt ongeveer 100.000 woningen per jaar erbij. We hebben een woningtekort van 400.000 woningen. Dan heb je dus in drie vier jaar heb je dat opgelost. Maar dan misschien moet je dus wel nu het ander immigratiebeleid. We gaan proberen. het even ook in een breder perspectief plaatsen, hè? want als je kijkt naar, er zijn inderdaad veel mensen naar Nederland gekomen de afgelopen jaren. Maar de twee belangrijkste redenen waren een oorlog in Syrië. En een oorlog in Oekraïne. Er zit hier naast mij iemand die noemde Poetin nog een toffe vent. Rutte moest naar Moskou om vriendjes met Rusland te worden. Poetin is een foute vent. Die voert een oorlog van agressie in Europa. En daardoor komen er ook Oekraïnse vluchtelingen naar ons land. En ja, dan heb je een opvang-issue uh, in Nederland. Wij zijn voor. Humane opvang, en dat die mensen ook uiteindelijk moeten mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Maar de vraag was: hoe krijg je ook een betaalbare woning? In jullie verkiezingsprogramma staat volgens mij maximaal 10% sociale huur. En er kon nog een paar procentpunten naast zitten. Dat betekent dus dat je al die woningen gaat bouwen in het dure segment. Ja. Daar kunnen deze jongeren niet tussenkomen. Dus D66 zegt: je moet juist een goede mix bouwen. Voldoende sociale huur voor mensen die niet op de koopmarkt. of op die private huurmarkten tussen kunnen komen. En vooral de woningen die je de komende jaren bouwt: rond die 250.000 euro. Want de gemiddelde nieuwbouwprijs op dit moment is. 500.000 euro. Nou, dat kan echt bijna niemand in Nederland zich uh, veroorloven. Dus het gaat ook om de vraag... durf je als overheid te kiezen wat voor een type woningen... tegen welke spelregels, zodat mensen er ook goed tussen kunnen komen. Ja, heel erg. Mag ik er heel kort ja, op reageren? Ja, want ja, nou, want ik ben, het, dat ik maar ben eerst, blij ja, dat de heer Jetten... U mag naar mij kijken, maar u, het, okay, de vraag maar maar ik ben, van Ik ben blij dat... Ik ben blij mag dat ik heel op... even Dimitro ja, ik eerst... Ik, werd, ik heb de vraag gehoord. Ja, ja, maar mag ik dan nog even keer naar Dimitro? Want die heeft nu twee keer zo mooi antwoord gehad. Ja, maar ik geef de beurt even aan Dimitro. Dus hij onherkent dat nee, het wacht, komt wacht even, door de immigratie. Wacht even, da daar, zo ver zijn even, we. Wacht even. Dat is in ieder geval winst. Die metro. Ja. Is dit een antwoord op je vraag? Snap je het überhaupt? Ik, ik, ik hoor nog steeds niet wat de oplossing is... om het voor huurders makkelijker te maken... om een, een betaalbare woning te uh, Immigratie stoppen. Ja. Dat is toch volstrekt logisch? Maar dat kan toch niet? Waarom? Natuurlijk kan dat. Je kunt gewoon het vluchtelingen... Maar dan hebben we, dan hebben we een dalende bevolking... bevolking. Het is al bewezen dat we zonder immigratie, dat de bevolking van Nederland zal dalen. Ja, dan, dan ja maar lost jongens, we blijven niet bij dus ja, het... Wacht, wacht, wacht. wacht, wacht nee, sorry, dit, gaan doen, dit gaan we niet doen. Het thema is wonen, daar ja. houden we ja. het ook even bij. Ja, maar dit, het woonthema is, dat is los te niet los van de immigratie. De immigratie. Maar, maar dan wil ik een concreet antwoord. Hoe wilt u het makkelijker maken voor een, een starter om een, een betaalbare huurwoning te kopen? Precies. De immigratie stoppen. Want dan stopt de druk op de woningen... Die nu met voorrang naar statushouders gaan, die naar al die immigranten gaan. En dan komen die woningen dus beschikbaar voor Nederlanders. Dat is niet een heel moeilijke uh, rekensom. Ja, Bram, jij wil daar graag op reageren. Ja, even, wat zijn de cijfers? Hoeveel procent van de woningen gaat nu naar statushouders, vluchtelingen, migranten? Heeft u dat? Er zijn de afgelopen tien jaar 1 miljoen. Immigranten naar Nederland gekomen en er is een woontekort van ruim 400.000. You do the math. Ja, mag... nou, ik nou, dat heb... kan hier ik vanuit van hier de... een klein beetje met gebeuren. Uh, van de totale immigratie in Nederland is uh, 10% asielmigratie uh, en de rest is arbeidsmigratie. Nou, mensen moeten ook, ook, mensen ook, ook ergens in. wonen. En, uh, ja, maar de rest, de uh, asielmigratie, is ja. ongeveer 10% en de rest zijn voornamelijk. Expats, dus arbeidsmigranten en uh, studenten, internationale studenten. Ja, daar gaan we straks over hebben. Dat goed. Daar moet je even goed kijken. Als, hè, als je nee, arbeidsmigranten ja, je hebt je mag, en je, mag, je hebt studentenmigranten, hoe worden die ook goed gehuisvest? Dus je kunt daar veel strengere regels aan werkgevers uh, stellen, dat als je arbeidsmigranten deze kant op haalt, dat je ook de huisvesting goed moet regelen. Universiteiten en steden kunnen veel meer doen om ook die studentenwoningen bij te bouwen, om terug te gaan naar jouw vraag. Je moet dus ook bij de nieuwbouw ook voldoende sociale huurwoningen bijbouwen. Want anders komen we er überhaupt niet tussen. De Tweede Kamer heeft ook met steun van D66 nu een maximering op de stijging van de huurprijzen, omdat het dat afgelopen jaar ook enorm door het dak is gegaan. Daarnaast echt die belachelijke wildgroei in hoeveel maanden je wel niet de huur vooruit moet betalen om er überhaupt tussen te komen. Dat soort zaken helpen ook voor jullie om er weer meer tussen te komen. En twee jaar geleden zat de heer Boudet hier met de heer Asserkan ook over de woningmarkt te praten. En toen wilde u ook geen antwoord geven op de vraag. Wat gaat u doen tegen discriminatie op de woningmarkt? Want er zijn in Nederland makelaars en bemiddelingskantoren die gewoon ervoor zorgen dat iemand met een Marokkaanse achternaam er niet tussen komt op de woningmarkt. Er zijn ook heel veel jongeren van deze generatie die puur en alleen van, vanwege hun afkomst geen woning kunnen vinden. En dat moeten we ook keihard aanpakken. En ik ben wel benieuwd wat u uh, twee jaar geleden was u daar tegen om dat aan te pakken, of dat u dat nog steeds vindt, of dat u inmiddels ook wel bent overtuigd ja. dat we ook voor Marokkaanse Nederlanders moeten zorgen dat ze er tussen kunnen komen. Ik ben voor individuele vrijheid. En uh, dus niet discriminatie aanpakken. Ik ben voor individuele vrijheid. En een makelaar mag uh, uh, woningen verkopen of verhuren... of een verhuurder mag woningen verhuren of verkopen aan wie hij wil. Vindt, Artikel ik... 1 van de grondwet. Uh, mag niet discrimineren. Ja, maar artikel, dus ook niet als het Artikel 0 is vrijheid. En daar begint het allemaal mee. Maar, maar nog één ding over internationale studenten. Want dat is ook belangrijk. We dus gaan straks dus Ja, nee, maar het gaat over. Oh, dat, kijk, daarom is het zo leuk goed is, als, van de NOS. Dat deze twee onderwerpen samen zijn, zijn genomen. Want er zijn 120.000 buitenlandse studenten per jaar in Nederland. En er gaan maar 20.000 Nederlandse studenten naar het buitenland. Wij willen dat je. Evenveel moet hebben. Dus zoveel Nederlanders als weggaan, studenten om te studeren, zoveel mogelijk. Ik geloof wel heel veel in de Heb je al honderdduizend ja. studentenwoningen vrijgespeeld? Ja, ik weet niet wat u bedoelt, maar ik hoor echt praten over de immigratiestop. Maar ik hoor geen lange termijnvisie. Heeft, heeft uw partij hier een lange termijnvisie op? U zegt dat binnen drie à vier jaar dit dan wel opgelost kan worden. Is opgelost. Maar zoals er net verteld wordt. Er komen ook gezinnen bij en kinderen bij. Hoe ziet u die, die lange termijnvisie dan? Als de immigratie stopt, in principe, inderdaad, kan er binnen een bepaald aantal jaar weer genoeg woningen nou, komen. Maar we gaan nog hopelijk nog heel veel jaren verder leven. Waar is die lange termijnvisie dan in uw partij? Nee, ik denk dat de Nederlandse bevolking een prachtig aantal heeft. 17 miljoen, voor mij mag het ook best een beetje krimpen. 16 miljoen, dus ook een liedje. 15 miljoen mensen. Maar to, denk je ook dat heel dan de Nederlandse Nederland? bevolking gaat krimpen? Want het kan heel ja, goed zijn dat er een natuurlijke manier. bevolkingsgroei gaat komen zonder immigratie. En die hebben ook allemaal woningen nodig. Ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, die bevolkingsgroei is op, op, is, is op geen enkele manier vergelijkbaar met de groei die het, maar het gaat. Er wel, het kan de... er komen, en dat hoor je nog niet in uw partij terug. Die uh, dit, dit is een, dat is een volstrekte theorie. Toekomstsituatie. Het is nu zo, al jarenlang, dat de bevolking van Nederland, Nederlanders, stabiel blijven of iets krimpen. De bevolkingsgroei die we zien, komt louter en alleen door de massa-immigratie die de kartelpartijen maar blijven door laten gaan. Ja, maar dan, en wij willen dat stoppen. De vraag en van Isé dus was eigenlijk. Als... woningprobleem. Nee, maar Isé probeert volgens mij eigenlijk te vragen op het moment dat er dus. Meer mensen hier in Nederland zijn, waar gaat u dan die woningen neerzetten? Ja, maar dat is een, een volstrekt theoretisch probleem dat zich helemaal niet het als, voordoet. Het als er is ook een volstrekte als... theorie is van de migraties nee, is... van alle tijden. U en mijn voorouders zijn door migratie naar Nederland gekomen. Er zullen mensen naar Nederland blijven komen. Dus dan moet je de vraag beantwoorden hoe wil je dat in dit land goed met elkaar organiseren? En dat vraagt dus van een overheid dat je ook regie voert op huisvesting, regie voert op wat doen we waar. Er is... En ook nadenkt over wat en de lange termijnvisie voor type huis volgens beide ja, Wat is, hier, van van wat van van is hier niet lange termijnvisie aan? We gaan naar de chat. We, we gaan even naar de, heel de chat. Veel vragen juist, over ik ben juist de, de, de enige met een lange termijnvisie. We gaan even naar de chat. Uh, het is, uh, er zijn een hoop mensen aan het kijken. Leuk dat jullie kijken. Hoeveel uh, mensen een paar... kijken? Nou, dat hoort u achteraf. <laughs> Anders wordt iedereen hier bloedzenuwachtig. <laughs> um, een paar... Uh, nou, heel veel vragen, ook een paar opmerkingen. Um, Iedereen, er zijn een paar opmerkingen dat het flauw is als mensen door elkaar praten. Dus uh, vooral tegen onze politici als jongeren iets willen zeggen. Hey, die komen hier om de vragen te stellen. Dus uh, daar kunt u misschien op letten. Uh, even een paar ko korte vragen. Uh, dit is een vraag voor meneer Jette. Uh, meneer Bardet, in uw partijprogramma staat. U wilt 10% sociale woningbouw. Hoeveel procent sociale woningbouw wilt u? Uh, wij zitten volgens mij rond een uh, derde. Maar het verschilt per gebied. Want in sommige steden heb je al heel veel sociale woningbouw. Dus dan moet je daar vooral de middenuur bij bouwen. Oké, okay, volgende vraag. Um, dit is voor uh, u beiden van de carrière die heet Unlucky Marshmallow. <laughs> uh, gaan jullie wat doen aan de extreme inkomenseisen in de private huursector? Bijvoorbeeld dat je bruto loon 4,5 keer de huur moet zijn. Hierdoor kunnen veel alleenstaanden geen woning vinden. Meneer het wilt u er... Ja, ik heb dat even. punt volgens mij net ook al gemaakt. Hè, dat er zoveel eisen soms aan verbonden zijn dat het onmogelijk is om ertussen te komen. En wat gaat u dan concreet doen? Ja, daar uh, strakkere regels voor uh, invoeren. Zodat je uh, ook met een normaal inkomen een huurwoning kan vinden. Meneer Bardet. Ja, ik blijf het herhalen. Het is volgens mij volstrekt zinloos om politiek te voeren op incidentjes. En dan weer een regeltje voor dit, en dan weer een minimumnorm voor dat. En dan gaan we dat weer aanpakken. En de overheid wordt alleen maar groter, gaat alleen maar meer regelen, terwijl het fundamentele probleem waarom zijn die prijzen nou zo gestegen in de vrije sector, omdat er een tekort is aan woningen. Hoe komt dat? Door de massa-immigratie. Dat is het verhaal. Dat moet je aanpakken. Dan gaan die prijzen vanzelf normaliseren. Dit hebben we dus dus natuurlijk net respect. al. We zijn even voorbij. Deze acht probleemanalyse acht hebben we al gehad, meneer Baudet. Ja, maar u blijft de hele tijd uw eigen politieke visie dit dit zijn, in dit debat. Dit is inbrengen. de, dit is de is chat. Dit zijn de, de kijkers. Ja, dus wij willen niet vanuit de meneer overheid Baudet. met allemaal regeltjes de probleemanalyse een stijging we al gehad. in de vrije sector gaan. Afdwingen dat dat wordt teruggedrongen, dat is dus het antwoord op de vraag. Dat ja. willen wij dus niet, want wij begrijpen dat dat paard achter de wagen ja. is. Dan ben je niet bezig het probleem op te lossen, dan ben je het probleem aan het verplaatsen. Oké, okay, dus okay, uw verhaal is helder. Uh, dus u heeft daar geen plannen voor, u wilt de immigratie uh, stoppen. Zo is het. Dit is een vraag uh, van Lucas Prosman aan meneer Jette. Uh, meneer Jette, uw oplossing voor de woningnood klinkt als een duur plan. Hoe wilt u dit bekostigen? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, kijk, je moet vooral uh, binnen de steden bouwen. Omdat je dan ook meteen bouwt dicht bij bestaande voorzieningen. Openbaar vervoer, scholen die er al zijn. Dus dat scheelt ook weer allerlei andere investeringen. En we hebben de afgelopen jaren met D66 en de andere partijen in het kabinet... er al voor gezorgd dat de verhuurdersheffing... dat was een extra belasting op woningcorporaties... dat die is afgeschaft. En daardoor kunnen woningcorporaties nu weer meer woningen bouwen... en ook meer geld investeren in verduurzaming. Helder. Dan... Uh... Wat een begin. Wat een begin. Dan gaan we even tijd voor wat lucht. Althans, ja, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Want wat gebeurt er normaal, Sophie? Ja, normaal gesproken is dit als het punt dat ik met mijn schuimvingers aan kon lopen. Uh, dat gaan we deze keer niet doen. Nee. En dat gaan we wel even... Ja, jullie denken vast, waarom niet? Want dat is hartstikke leuk, het vingertje wijzen. Gaan we even, ja, waarom niet? Ja, met, u wil eigenlijk geen spel spelen, hè? Met meneer Baudet, waarom is dat? Klopt. Uh, ik vind het goed dat we hier zijn. Om ook met uh, de zes jongeren in de studio en iedereen die online meekijkt... Het debat met elkaar te voeren, vragen te beantwoorden en ook de verschillen tussen deze twee partijen duidelijk te maken. Maar uh, ik heb niet zo'n behoefte om uh, vrolijk spelletjes op een bank te spelen met een partij die de afgelopen jaren uh, heeft bijgedragen aan een sentiment van uh, haat, discriminatie en racisme in Nederland. Die ook antidemocratische uitspraken heeft gedaan uh, en die daarmee ook de afgelopen jaren gewoon de parlementaire democratie in Nederland heeft aangevallen. Dus ik ben hier om het debat met de heer Baudet te voeren... maar niet om een vrolijk een spelletje met elkaar te spelen. Dat punt uh, mag u maken. Ja, we, gaan... we hebben wel een alternatief. Dan speel ja. ik het spelletje wel in mijn eentje. Ja, dat, nou, dat, dat werkt het ook weer dat, niet. We, maar we, gaan, we een hebben model. uiteraard Acteur. een alternatief. Um, want Sofie, ja, ik ja. ga van vaststaan. We hebben een ander element. Uh, Je ja. hoeft niet met elkaar te spelen, nee. maar wat gaan we doen? Wat we gaan doen is... Uh, we gaan even een dilemma-spel doen. U krijgt een minuut. En u krijgt uh, van uh, Albert of van mij dilemma's. U moet snel kiezen. Je moet kiezen. Niet flauw doen. U bent allebei uh, grote heren. Gewoon één ding kiezen en uh, het moet binnen de minuut. En dan ja. gaan we, leren we no, u nou, nog iets beter kennen. Ja, dus niet passen. Het is echt wel kiezen. Ze zijn wel moeilijk soms, maar dat hoort erbij. Um, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat de muziek begint en dan uh, gaan en we dan automatisch beginnen. Meneer Jet, u krijgt ze. Alle tien. Referendum of gekozen burgemeester? Gekozen burgemeester. Sigrid Kaag of Alexander Pechtold? Sigrid Kaag. Regeren of oppositie? Regeren. Vast of flex? VOLT of PvdA GroenLinks? VOLT. Bezuinigen of de staatsschuld laten oplopen? Soms moet je ook keuzes maken. Bezuinigen. Ernst Kuipers of Robert Dijkgraaf? Ha. Robert Dijkgraaf. Hockey of atletiek? Atletiek. Nederland of Europa? Europa. Zonnevelden of windmolenparken? Het nou, kijk. Nou, dat... We zijn in ieder geval snelle beslissingen gemaakt. Zeker. Want wij testen hier natuurlijk ook als het altijd even: zijn de mensen flexibel van geest die hier zitten? Kunnen ze snel beslissen? Dat is allemaal belangrijk voor politici. Meneer Baudet, bent u klaar voor uw vraagvuur? Ja hoor. Ja, de dilemma's. Ja, bent u er door. klaar voor? Daar gaan we hoor. De muziek begint. BBB of ja 21? BBB. Artikel 1 of artikel 23? Artikel 23. Bruins of Schuman? Schuman. Freek Janssen of Gideon van Meijeren? Freek Janssen. Magnetron of airfryer? Magnetron. Oh, ja, het werd even moeilijk, ik zag het. Rusland of de VS? Rusland. Lockdown of QR-code? Lockdown. Rode of witte wijn? Rode wijn. Stad of regio? Stad. Bezuinigen of staatsschuld laten oplopen? Bezuinig. Nou. Was u het toch even eens? Ja, op dat punt in ieder geval. Op dat punt in ieder geval wel. Tot zover de spelelementen, want we gaan gauw door met de inhoud. En dat gaan we nu zien. Hoe gaat de studie? Het gaat niet goed met de Nederlandse student. Ze voelen zich eenzaam, hebben last van stress en van prestatiedruk. Heel zorgwekkend dat echt het mentaal welzijn. Van studenten de afgelopen jaren echt drastisch is afgenomen. Oh, maar uh, it's back toch? Na acht jaar is de basisbeurs weer terug. Ruim 450.000 studenten krijgen vanaf vandaag geld op hun rekening gestort. Dat is wel nice, toch? Voor de toekomstige studenten was dat is wel weer mooi meegenomen. Wij zijn ja, op dat moment een beetje te klos. Oh ja. Maar hoe is het op school bij die kleine? Een nieuw schooljaar. Maar wat hetzelfde is gebleven, is het lerarentekort. Oh ja, want die zijn niet echt back. Er gaan heel veel mensen met pensioen, maar er komen heel weinig nieuwe mensen binnen. Ja, dan ja, je creëert een enorm gat. Kijk, want of je nou studeert of elke dag je kind afzet op school, ook in het onderwijs zijn er uitdagingen. Op alle niveaus en bij alle leeftijden. Hier een paar, want ja. ik heb maar een minuutje. De rest is voor jullie. Elk jaar is er het rapport De staat van het onderwijs. Daarin staat wat goed en niet zo goed gaat. Voor de basis- en middelbare scholen zijn er vooral zorgen om het taal- en rekenniveau. Dat is niet bij iedereen op pijl en moet omhoog. 2 keer 0,70. Voor MBO-studenten zijn gelijke kansen niet vanzelfsprekend. Heb jij ouders met een hoog inkomen of HBO- of WO-opleiding, dan is de kans op een diploma of doorstroming naar een niveautje hoger groter dan bij anderen. En Op HBO's en universiteiten moet er meer aandacht komen voor het studentenwelzijn. Een op de vier zegt namelijk een slechte mentale gezondheid te hebben. Oh. And by the way, moet dat nou daar in Engels of not? Ik weet niet wat je zei. Ik weet niet wat je zei. En er zijn nogal meer dingen waaraan gewerkt moet worden. Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Dit jaar zijn er tienduizenden mensen bijgekomen met een hoge studieschuld. Bijna de helft van de studenten krijgt geen vergoeding bij hun stagebedrijf. Steeds meer studenten te maken hebben met armoede en ook moeite hebben om hun studiekosten te betalen. Bij Duo, de organisatie die gaat over het toekennen van studiebeurzen, is mogelijk sprake van indirecte discriminatie. Dat blijkt uit een analyse van NOS op 3 en journalistiek onderzoeksbureau Investico. Genoeg om het over te hebben, dacht ik zo. Dus... Oké, okay, let's go. Precies. Ja, genoeg om het over te hebben. Uh, we zitten nu in de onderwijsronde. Nou, hebben we allemaal gehad, onderwijs. Bram, jij hebt een vraag voor meneer Jetten. Ja, klopt. Uh, D66 is de onderwijspartij, wordt vaak zo genoemd. Doet u volgens mij zichzelf ook wel zo. Uh, maar dan vind ik het een beetje raar dat sinds uw uh, partij in de regering zit dat is 2018, als ik het goed heb ik toch uh, een halve ton aan studieschuld heb opgebouwd. Geen toekomst zie in hoe ik dat kan aflossen, uh, nog steeds aan het studeren ben uh, en er opeens ook een rente van 2,5% bij komt. Dus hoe kunnen studenten, u, uw partij, en u nog vertrouwen als onderwijspartij, als studentenpartij? Ja, ik snap die vraag. Die krijg je natuurlijk heel veel van, uh, veel van je leeftijdsgenoten. Het leenstelsel is nog voor onze tijd al ingevoerd. Uh, toen moesten er hele moeilijke keuzes worden gemaakt, er moest veel worden bezuinigd. En toen kwam het leenstelsel. Toen heeft D66 met GroenLinks wel afgedwongen dat de opbrengsten daarvan ook werden teruggeïnvesteerd in het onderwijs. Maar we moeten eigenlijk met z'n allen concluderen, nou, die investeringen in het onderwijs terug, daar hebben veel studenten weinig van gemerkt. En ondertussen wel heel veel stress gekregen van dat lenen. Daarom hebben we nu dat leenstelsel ook weer afgeschaft. Vanaf september uh, dit jaar hebben we weer honderdduizenden studenten een basisbeurs gekregen. Maar dat is voor jouw generatie nog geen oplossing. Jij hebt niet alleen die studieschuld, maar je had ook door lockdowns weinig uh, college. Uh, je hebt uh, nu moeite om op die woningmarkt ertussen te komen. Dus ja, eigenlijk op heel veel onderwerpen dat je denkt veel prestatiedruk, veel stress en weinig hulp. Dus wat D66 in ieder geval wil doen is ervoor zorgen dat... De rente op jouw studieschuld op 0% blijft. En ervoor zorgen dat je in de volgende fase van je leven ook meer hulp krijgt. Bijvoorbeeld met die betaalbare woningen, met gratis kinderopvang, met minder belasting op je werk later. Zodat je niet nog een keer de komende jaren het gevoel hebt dat de overheid je alleen maar aan het naaien is. Ja. Meneer Bardet, wat gaat u eigenlijk doen voor de per generatie? Ja, wij willen dat de studieschuld op nul blijft, of weer teruggaat naar nul, eigenlijk. En dat voor de nieuwe studenten dat het ook een de rente? nul blijft, de rente. Uh, en uh, daarnaast willen we een hogere compensatie. Dus uh, op, van twee manieren willen we jullie uh, tegemoetkomen. Bij die compensatie zou wel ook mijn vraag zijn: van, want dat hoor ik nu ook weer politici beloven. Ja, de totale studieschuld gaat echt om vele miljarden. Dus dan moeten we ook wel duidelijk maken: gaan partijen dat ook echt waarmaken? Ja, dus het is ons niet moeilijk. Want uh, ja, we Jette denkt dat uh, het stikstof een verstikkende deken legt over de samenleving. Nou, dat is totale de onzin. Natuur, het dat is over. onzin. Als je het stikstofbeleid gewoon van tafel veegt, dan heb je. Miljarden, miljarden. Ja, dus zo gaat u dat betalen. Bram, is dat een antwoord op je vraag? Uh, nou, het stikstof snap ik niet helemaal, want we hebben het over onderwijs. Ja, maar, maar dat kost, daar gaat toch geld naartoe? Dat kost toch tientallen miljarden? Ja, dat, 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 toch kun ook, dat kun je ook dat investeren debat, in studenten? Dat is een ander debat. Ja, we hebben het hier over. Maar, ja, maar je, is het heb gaat je waar we je geld vandaan van halen? Ja, dat is, dat is <laughs> wel redelijk belangrijk. Heb oh. je een antwoord op je vraag van Jette? Ja. Dan ga ik even naar deze kant. Is ja. het Stefan? Schooldirecteur. Oh, wat goed. Je hebt een vraag. Ja, ik ben de schooldirecteur, en um, nou, volgens mij zijn we het met z'n allen eens over dat het lerarentekort een groot probleem is uh, in Nederland, zeker in het basisonderwijs uh, waar ik werkzaam ben. Um, laatst lag ik weer eens te piekeren in bed uh, een nacht lang over, uh, over het lerarentekort en uh, ook over mogelijke oplossingen. En toen kwam ik op een idee: en dat is eigenlijk een pitch: um, uh, Het lerarentekort uh, komt gedeeltelijk doordat er zoveel mensen het onderwijs uitstromen. Uh, het was onlangs nog in het nieuws dat. Uh, de mensen die starten in het onderwijs, uh, een groot deel daarvan uh, binnen vijf jaar uh, het onderwijs weer verlaat. Nou, uh, dat komt door werkdruk. En uh, werkdruk moeten we verminderen met elkaar. Wat is daarvoor nodig? Mankracht. Uh, er zijn mensen nodig in het onderwijs. Nou, leraren zijn er niet, uh, maar we kunnen het wel een andere hoeken zoeken. Wat nou als buurvrouw Min van de basisschool heel graag wil helpen en uh, op vier klassen uh, altijd aanwezig is om uh, kinderen uit de klas te nemen of met uh, groepjes aan de slag te gaan. Uh, daar is wel geld voor nodig en vrijheid voor nodig. Dus eigenlijk is mijn vraag: ik heb het doorgerekend. Bent u bereid, aan u beiden, om een miljard te investeren in het basisonderwijs om de werkdruk te verminderen? Geen enkel probleem. Dat miljard, dat uh, heb je wat ons betreft de dag na de verkiezingen. Omdat wij als... Andere partij dan die kartelpartijen, niet duizend miljard willen uitgeven aan zinloos klimaatbeleid. Niet willen stoppen met gasboringen in Groningen. Eh, niet willen doorgaan met het stikstofbeleid. Niet willen doorgaan met de massa-immigratie. Daar gaat ons geld naartoe. En dat moet overal vandaan gehaald worden. En onder andere dus bij jarenlange bezuinigingen in het onderwijs. Ik hoor dus wij eigenlijk, willen ik hoor eigenlijk geld erbij. Allemaal voorwaarden om die miljard te investeren. Zou u zonder voorwaarden een miljard investeren in het basisonderwijs? Ik, ik, ik stel geen voorwaarden. Ik leg alleen uit hoe ik dat ga doen bij De Rijksbegroting. Wat, dus wij, wij zijn een partij en die willen meer geld voor onderwijs. Zorg, politie, mensen, woningen, al die dingen die Nederlanders allemaal tekort komen. En waarom komen we dat tekort? Omdat er een aantal gigaprojecten zijn waar al die kartelpartijen mee door willen gaan, zinloze oorlogen voeren in Oekraïne en Syrië enzovoort, klimaat, al dat soort dingen. Daar gaat ons geld naartoe. Als we dat niet meer doen. Mag, voor mij 5 uh, miljard in het onderwijs erbij. Geen De 1 er? miljard, meneer Jette. Zou je ah. hem investeren? Ja, zeker. Uh, kijk, ook alle afgelopen jaren heeft D66 als onderwijspartij altijd gekozen voor extra geld voor het onderwijs. En daarom zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld de leraren salarissen met meer dan 10% omhoog gegaan. Maar we zijn er nog niet. Want uh, op uh, heel veel scholen staat nog maar vier dagen in de week een goede leraar voor de klas. Uh, zoals je zelf terecht aangeeft, er zijn gelukkig steeds meer mensen die kiezen voor die pabo-opleiding. Maar je ziet ook dat ze dan na een paar jaar weer vertrekken. Dus wij willen echt een aanvalsplan voor het lerarentekort. Zorgen dat mensen nog vaker kiezen voor uh, die mooie opleiding met een aparte lerarenbeurs, dat mensen die zich willen laten omscholen tot leraar daar ook extra bij geholpen worden. Maar ook dat je meer tijd krijgt als leraar, hè? want die, al die belachelijke regeltjes, die urennormen, die eindeloze verantwoording die je als leraar moet afleggen, ja, dat haalt ook het plezier uit het vak uh, weg. Dus meer tijd voor de leraar, betere salarissen voor de leraren en zorgen dat mensen ja, vaker voor dat prachtige vak uh, gaan, uh, gaan kiezen. Ja, en hoe wilt u daar dan voor zorgen? Uh, hè, want ik hoor u zeggen, uh, minder regels voor ler leraren, minder ja. administratieplicht. Uh, hoe, hoe wilt u daar concreet voor zorgen dat dat gebeurt? Want met bijvoorbeeld uh, passend onderwijs zien we nog steeds dat die administratieplicht eigenlijk groeit. Ja, nou, mijn vader is zelf 40 jaar lang leraar geweest. En hij vertelt me altijd gewoon het verschil van toen hij begon en toen hij met pensioen ging... Hoeveel je dus uh, tijd kwijt bent aan het voorbereiden van lessen, het verantwoorden wat je doet, maar ook... Dat je als schooldirecteur eindeloos veel subsidies bijvoorbeeld moet aanvragen. Dus je hebt heel veel geld waarschijnlijk voor extra huiswerkbegeleiding of voor die gezonde lunch op school. Maar het zijn al elke keer weer incidentele middelen. En dat kost jou waarschijnlijk onnodig veel tijd. Dus als je gewoon structureel het onderwijs beter financiert en dat geld ook direct aan de schooldirecteur geeft, dus niet aan de grote koepel, maar direct aan de schooldirecteur, dan wordt het alweer veel makkelijker om jouw school gewoon op een goede manier te runnen. Klinkt dat logisch, Stefan? Of uh, hoe, klink... hoe kijk jij hier als schooldirecteur naar? Uh, nou, dat klinkt logisch. Kijk, we hebben het bijvoorbeeld over die subsidies en die werkdrukgelden uh, uh, die er al zijn. Uh, uh, we zijn gelukkig uh, in het onderwijs terecht met de, met de inflatie uh, in salaris gegroeid. Uh, dat is mooi. Maar die subsidies, even los van de, 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 de grote pot geld, die subsidies en die werkdrukgeld die groeien niet mee. Dus dat betekent wel weer dat de school eigenlijk uh, daar uh, minder geld voor overhoudt. Precies, en dat moet je dus ook aanvullen. En ik vind ook, hè, er zijn gewoon in Nederland bepaald je postcode gewoon hoeveel kans je hebt op goed onderwijs. Dus ik vind ook, we moeten ook bereid zijn om meer te investeren in scholen die in zwakkere wijken staan. om ervoor te Zorgen dat juist die kinderen de extra aandacht en begeleiding krijgen die ze ook verdienen. Ja. Uh, dus daar zal de komende jaren extra geld uh, voor het onderwijs bij moeten. Ik heb daar eigenlijk nog één vraag over. Mag ik dat nog even? Um, want ik heb uw partijprogramma ook gelezen. En uh, daarin staat, wat het net heel even kort over passend onderwijs. Daarin staat uh, leerlingen die niet mee kunnen komen, moeten thuisonderwijs genieten of naar een speciale school. Wat bedoelt u met leerlingen die niet mee kunnen komen, moeten thuisonderwijs genieten? Nou ja, als optie, hè? Dus of, een, of bijzonder onderwijs. Uh, maar wat je nu ziet, wij hebben ook heel veel mensen uit het onderwijs ook in onze partij... dat uh, de druk op de leerkrachten on, uh, onacceptabel groot wordt... omdat in die klassen heel veel leerlingen met rugzakjes zitten... En die vragen heel veel aandacht. En daar zie je dat er heel veel aandacht is ook voor de, ja, de mensen die moeilijk mee kunnen komen, de kinderen. Maar, maar daardoor gaat het hele niveau trekt omlaag. Er komt heel veel werkdruk voor die docenten. En wat je eigenlijk moet doen, is die kinderen e extra helpen. Maar dat niet neerleggen bij de gewone leerkracht. En dan moeten ze dus uh, thuis zitten? Nee, eigenlijk nee, nee. nee, nee, nee als, als optie. Hè? Dus, 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 uh, of dat kan vanuit, vanuit het huis worden geholpen, of vanuit bijzonder onderwijs, of alle andere mogelijkheden. Maar wat je niet moet doen, is wat we nu doen, dat je dat allemaal in die klas propt. Want daar komt een groot deel van de overwerkheid en de stress voor leerkrachten ook vandaan. Heb jij dat ook op jouw school? Tuurlijk, ik denk dat ja. elke school dat heeft. Pardon. Ik denk alleen niet dat het de oplossing is om kinderen naar huis te sturen. Nee, nee, maar dat heb dat ik niet ook. De, de, dat dat staat letterlijk. Nee, 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 nee. Wij zeggen, die kinderen moeten niet in de schoolklas, de normale schoolklas, hun, hun moeilijkheden neerleggen bij de gewone. Leraar. Daar gaan we dingen voor verzinnen. Dat kan vanuit, vanuit huis worden georganiseerd. Dat kan van... Wie geeft er dan les als ze, als ze naar huis gaan? Nou, bijvoorbeeld een, een aantal ouders die, waar iemand thuis begeleiding komt geven. Huiswerkbegeleiding. Het kan via passend onderwijs, bijzonder onderwijs worden gegeven. Er zijn allerlei mogelijkheden. Wij sommen die op. En wij vinden dat je de ouders nadrukkelijk moet betrekken bij dit soort dingen. Dus dat is waarschijnlijk misschien misverstand in dat ene zinnetje. Dat het in jouw hoofd zo is neergedaald. En heb ik bij deze dan... Uh... Dus een ouder kan kwalitatief goed onderwijs geven. Sorry? Een ouder kan kwalitatief goed onderwijs er zit, geven. Er zitten echt veel kinderen in Nederland thuis. Dus laten we er vooral voor zorgen dat we... Laten we, we ook weten, even... Of... het ging even over bijzonder onderwijs. Monika, jij hebt een uh, vraag. We gaan even uh, naar deze kant. Ik heb een vraag over bijzonder onderwijs. Jullie hebben het net misschien een beetje kunnen horen. Maar uh, ik heb zelf op een uh, christelijk reformatorische school gezeten. En op dit moment geef ik daar ook zelf les als stage. Um, ik merk daar, toen ik daar vooral zelf zat... Dat er best wel veel uh, nadruk op wordt gelegd op controle op deze bijzondere scholen. Van of ze het allemaal wel goed doen, extra inspectie. Um, wat willen jullie eraan doen om dit te verminderen? Om dit dus eigenlijk gelijk te krijgen met andere scholen? Omdat het, naar mijn idee, niet echt terecht is om ja, zulke scholen een beetje soms in het negatief daglicht te zetten. Is je vraag voor een specifieke politicus? Uh, nee, voor allebei. Voor allebei. Meneer Jetten. Uh. Oh, meneer Baudet. Wie wil? Uh, ah, je bent al begonnen, dus Wij zijn, Wij zijn een groot voorstander van uh, artikel 23, wat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs uh, aan elkaar koppelt en mogelijk maakt dat mensen op alle mogelijke manieren hun eigen scholen opzetten. Wij hebben dat ook gedaan. Wij hebben een, uh, een Renaissance-school opgezet. We denken dat het een van de mooiste elementen is van ons onderwijslandschap, dat die, uh, ja, die, die scholen met een eigen levensbeschouwelijke grondslag kunnen worden opgezet. En we willen dat beschermen en behouden. Wij, kijk, wij, wij zien in die oprukkende staatsmacht een groot gevaar. Dus de staat gaat steeds meer regelen, steeds meer doen. Eh, en eh, wordt dus ook steeds groter. Steeds meer belastinggeld, steeds meer controle op alles. Wij willen liever een samenleving die bestaat uit uh, groepen mensen die hun eigen leven organiseren. Gemeenschappen die het zelf doen. En daar is het bijzonder onderwijs, het, 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 het artikel 23-onderwijs, een voorbeeld van. Meneer Jette? Ja, ik ben blij dat de staat een grote rol speelt in het onderwijs in de zin van dat we dat ook allemaal met elkaar financieren, zodat iedereen goed onderwijs kan krijgen. En scholen zijn denk ik ook sterker als ouders van die scholen ook betrokken zijn bij de school. Uh, niet alleen maar uh, de leraren die daar in hun eentje voor staan, maar dat iedereen echt meedoet om er een sterke school van te maken. Artikel 23 is natuurlijk een belangrijk goed in Nederland. Uh, maar je ziet dat de afgelopen jaren er wel een aantal scholen zijn geweest waar gewoon dingen mis zijn gegaan. En uh, je moet vooral die scholen aanpakken waar incidenten zijn geweest. Daar moet de onderwijsinspectie bovenop zitten. En ik denk dat een van de zaken die uh, zeker bij uh, een aantal scholen heeft gespeeld is. Accepteer je ook iedere leerling die zich daar aanmeldt? En wij zijn als D66 voor een acceptatieplicht. Dat als ouders geloven: dit is de beste school voor mijn kind, dat dat kind dan ook daadwerkelijk daar kan worden ingeschreven. En dat een aantal scholen die nu de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook leerlingen hebben gedwongen om uit de kast te komen, dat dat soort scholen wel hard worden aangepakt. Maar je moet voorkomen dat je dan daarmee alle scholen over één kam scheert. Je moet echt per school bekijken: wat voor een soort onderwijs wordt hier gegeven? Is dat van goede kwaliteit? En zo niet, kan de onderwijsinspectie dan helpen om het beter te maken? Gaan even naar Albert ja. bij de chat. Ja, er zijn heel veel vragen. Dus We moeten even orde in de chaos uh, hier scheppen. Uh, eerst even een paar korte vragen die je misschien met, makkelijk met ja en nee kan uh, beantwoorden. Sky, nou nog iets, die vraagt: zijn er plannen om de telefoon op school te verbieden tijdens pauzes en lessen om de afleiding te voorkomen? Ja, wij zijn daar niet voor. Wij vinden dat dat uh, niet vanuit de staat althans moet worden geregeld. We vinden dat het aan de school is en aan de leerkracht. En u meneer Jetten? Nou ja, minder de telefoon in de klas, uh, als dat helpt om leerlingen zich beter te laten concentreren op taal- en rekenonderwijs bijvoorbeeld. de vraag is, moet de staat dat verbieden? Nou ja, er is volgens mij nu zijn er afspraken gemaakt met de onderwijskoepels over regels voor telefoons. Maar daar ben je dus voor. Je vindt dat de staat dat moet verbieden? Dat is ja, de vraag. Is jij, vraag. Ja, ik heb niet zo'n uh, zo eng uh, gedachte bij de staat... zoals jij dat nu een paar keer in het debat al hebt gedaan. De overheid, die zijn we met z'n allen. En de overheid kan soms ook regels maken... over hoe we de samenleving goed organiseren. Frederic Chopin wil weten wat u gaat doen... <laughs> aan de voertaal op de universiteiten in Nederland. Ja, dat is een groot probleem. Uh, wij vinden dat het uh, onderwijs primair gericht moet zijn... Voor Nederland, op Nederlanders en voor de Nederlandse arbeidsmarkt. En wij willen ook dat Nederlands een academische taal blijft. Dat Nederlands een taal blijft waarin op academisch niveau wordt geschreven, wordt geconverseerd, en we vinden dus heel verkeerd dat nu het steeds meer het overgrote deel van de masteropleidingen is in het Engels. Dat vinden wij niet goed. Uh, zoals wij het ook niet goed vinden dat er 120.000 internationale studenten per jaar naar Nederland komen. Dat vinden we veel te veel. Dat is helemaal niet goed voor Nederland. Nederland is daarmee bezig om andere landen en andere elites op te leiden en te helpen. Maar de we de moeten voertuig... onze eigen mensen helpen. Ja, dus de vraag was, de voertaal moet Nederlands zijn? Ja, dus je, je, ik snap dat er bepaalde vakken zijn. Ik snap dat er heus wel dat er bepaalde colleges in het Engels moeten worden gegeven, vanzelfsprekend. Maar de, de dominante taal moet Nederlands zijn. Kijk, Nederlands is natuurlijk een prachtige taal en dat moeten we ook beschermen. Goed investeren in taal, in cultuur, noem het allemaal op. Maar wij zijn ook een open internationale economie. We verdienen heel veel van ons geld omdat we zo de blik naar buiten hebben als Nederland. En onze universiteiten staan ook in de top van de wereld, omdat er ook voor een groot deel Engels uh, in het Engels onderwijs wordt gegeven. Studenten hebben ook een leukere studententijd als je. Andere mensen lid uh, ontmoeten en ontdekken. Dus ik ben wel voor uh, ook een internationale blik in het onderwijs. Dat betekent dat sommige opleidingen of sommige vakken ook gewoon in het Engels moeten worden kunnen. Gegeven. Ja, maar dat niemand zegt dat niet sommige vakken in het Engels moeten kunnen worden gegeven. Het gaat erover maar dat Nederlands hoeft ook niet de norm. Het gaat erover dat nu 60 tot 70 procent van de masteropleidingen in Nederland Wordt in het Engels gegeven. 40% van de bacheloropleidingen. Dat is gewoon veel te veel. Ja, uw punt was al duidelijk hoor, vond ik op zich, meneer Bordet. Jawel maar. Nee, uh, hey, maar ik wacht heel even. Uh, er was namelijk, u zei namelijk ook het aantal internationale studenten. Wilt u verminderen? Wilt u dat ook, meneer Jetten? Nou, kijk, we, zouden, we kunnen beter kijken wat uh, past ook in die steden. Hè? Dus je ziet in sommige steden dat er enorme tekorten zijn... ook in de studentenwoningen. Uh, dus daar moeten universiteiten van een hogeschool met de stad... ook veel beter nadenken over wat kunnen we aan studentenpopulatie uh, aan. Maar is dat dan een ja? Nou ja, uh, nee, eigenlijk niet. Oh. Uh, want uh, ik denk dat je dus door veel beter beleid te voeren... ook kan zorgen dat je behapbare internationale studentenaantallen krijgt. En ik geloof zelf dus heel erg dat juist ook Nederlandse studenten... er baat bij hebben als er sprake is van internationale als Nederlandse studenten ook zelf naar het buitenland kunnen gaan. En we ook dat kennis en talent naar Nederland halen. Want ja, ook bijvoorbeeld hele belangrijke bedrijven als ASML... Uh, hebben ook die internationale talenten nodig. Omdat er simpelweg ook te weinig mensen in Nederland van de universiteit komen. Ja, dat of ASML te... zit in het zuiden, hè? dat in Eindhoven. chip ja. toestanden. Ja. Ralf Dankers die heeft een vraag. Om het niveau Nederlands en rekenen te verbeteren, moet je iets doen? Schrappen jullie liever minder belangrijke vakken? Of is er een andere manier om de kwaliteit te verbeteren? Eerst meneer Jetten en dan meneer Baudet. Ja, ik denk dat we uh, inderdaad moeten heel erg uitkijken dat we alle problemen van de samenleving bij de leraar op het bordje schrijven en dat hij dat allemaal in zijn lesdag uh, moet uh, oplossen. Dus uh, leren uh, lezen en schrijven, leren rekenen zijn samen met digitale vaardigheden de belangrijkste competenties die we jongeren moeten meegeven. Dus daar moet wel echt de focus op zitten. En u, meneer Padde? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk een eigen school uh, opgezet en uh, ook gekeken naar het curriculum. En als je alle klimaatpropaganda, alle LGBTQI+ propaganda er allemaal uithoudt, dan hou je enorm veel ruimte over om de basisvakken uh, te onderwijzen. Dus uh, bij ons uh, meer ruimte voor rekenen en taal. We brengen het al in de praktijk en iedereen is welkom om te komen kijken. En hier mag... wil ik wel even heel kort op reageren. Dat want, mag? Kijk, uiteindelijk voor al die jongeren moeten we ook een schone, leefbare planeet doorgeven. Maar de heer Baudet en ook partijgenoot van hem hebben al vaker gezegd dat het geven van LBTI-voorlichting, dat dat het, het brainwashen is van kinderhersenen. En daar verzet ik me echt heel zwaar tegen. Want uiteindelijk, komen we weer terug bij artikel 1 van de Grondwet, moet iedereen in dit land zichtbaar zichzelf kunnen zijn. En dat betekent ook dat je kinderen en jongeren leert dat er ook een Diversiteit is in wie we zijn. En dat je ze ook het zelfvertrouwen geeft om zichzelf te worden. En dan dit soort taal over LBTI propaganda daar verzet ik me echt heel erg tegen. En dat is nou precies de reden waarom ik net niet spelletjes wilde spelen met de heer Baudet. We gaan dit onderwerp, komt straks ook nog even aan bod in de vrije ronde. Want er is nog één vraag van Jorien Adinda, ik hoop dat ik de naam in ieder geval goed uitspreek. Die zegt, hoe kijkt u tegen het toelatingsbeleid van de pabo's aan? En hoe kunnen we een balans houden tussen de hogere instroom en voldoende kwaliteit? Vraag voor u beiden. Ja, kijk, dit is um, opnieuw een voorbeeld van um, dat je dus heel veel bij de staat gaat neerleggen. De staat moet dit dan allemaal weer gaan organiseren. Uh, ik denk dat uh, de, 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 de opleidingen uh, hier hun eigen standaarden in moeten uh, ontwikkelen. En ik denk niet dat de overheid dat nou weer allemaal moet gaan reguleren tot in het kleinste detail. Laat ook scholen daar zelf bepalen en vervolgens bepaalt de markt of mensen naar die scholen toe willen gaan of niet. Ja. Of die scholen dus goed zijn of niet. Hoe wilt u nou, dat doen? De overheid financiert de PAPO, dat is maar goed ook, want we hebben al die leraren nodig. Maar D66 is voor een, een nationale lerarenacademie, waar ook echt leraren weer zelf eigenlijk de eigenaar zijn van die lerarenacademie. En daar bepalen wat heeft een leraar anno 2023 allemaal nodig aan competenties en dat ook uh, goed leren. Want het is inderdaad zo, je wil het lerarentekort bestrijden met zoveel mogelijk goed opgeleide leraren. Maar dan moeten ze ook goed opgeleid zijn. Dank u wel. Dat betekent Albert. We hebben een changement. Met muziek en allemaal dingetjes. Een changement. Het betekent, we hebben nu twee rondes gehad. Over wonen en over onderwijs. Dat betekent dat we nu doorgaan naar de... We gaan heel snel gaan rennen. We doen hem even iets anders dan anders. We beginnen even met Sophie. Die heeft al een paar vragen van jullie thuis gekregen. Daarna gaan we naar de studio en daarna komen we weer bij jullie. We gaan een beetje... Het wordt Veel. Uh, Gechat. Even kijken hoor. Laten we met de eerste beginnen hoor, toch? Hier, Mr. Ian Keen. Hoe willen deze twee partijen polarisatie en de afbraak van het vertrouwen in de politiek stoppen? Wie wil er eerst? Er is eigenlijk één heel beproefde methode om vertrouwen in de politiek te herstellen. Dat is als de politiek vertrouwen geeft aan de bevolking. En dat kan heel makkelijk door referenda. Dus als je de bevolking daadwerkelijk zeggenschap geeft over één specifiek. Onderwerp. En wat je daarmee ook uit de lucht haalt, is de uh, polarisatie die ontstaat door de personendemocratie die wij nu hebben. Wij hebben, een, wij hebben nu niet een, een onderwerpendemocratie, wij hebben een personendemocratie. Dus je hebt allemaal personen, dus bijvoorbeeld Jette of mijzelf, of wat, en die doen eigenlijk een soort populariteitswedstrijd. Het gaat dus over de mens. Het gaat, wij, wij willen eigenlijk dat de democratie gaat over de standpunten, over de ideeën en dat kan niet bij algemene parlementsverkiezingen eigenlijk. Omdat je altijd stemt op een partijleider... en je stemt op honderd op, op onderwerpen tegelijk. Dus je kunt veel beter dat opknippen... en per onderwerp een maatschappelijke discussie organiseren. En dan is er ook een beslismoment. Dan, dan beslist Nederland van dit gaan we doen... Ja, en dan is eigenlijk wordt alles beter. Referenda is iets fantastisch. Met afwijking van vertrouwen in de politiek. Meneer Jessen, hoe, uh, hoe denkt u dat aan te gaan pakken? Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders zich de afgelopen jaren gewoon in de steek gelaten hebben gevoeld door de overheid. Uh, de toeslagenaffaire, de ellende in Groningen. Maar ook de simpele vraag: kan ik überhaupt nog rondkomen van mijn salaris? Of kan ik een betaalbaar huis vinden? Dus de overheid moet beter zijn best doen. Om dat soort basisvoorzieningen voor mensen ook goed te regelen. En de politiek moet niet alleen maar de hele dag praten over verandering, maar het ook daadwerkelijk doen. En er zijn een paar onderwerpen waar we de afgelopen jaren het heel veel over hebben gehad, hele felle debatten hebben gevoerd: migratie en stikstof, maar waar uiteindelijk geen enkele knoop is doorgehakt. En als je dan thuis op de bank naar tv-debatten zit te kijken, dan denk je: ja, die politici zijn alleen maar aan het praten, maar het zou fijn zijn als ze ook eens een keer een resultaat gaan boeken. En ja, dat is ook de reden waarom ik dacht, toen het kabinet viel, ik ga wel door. Juist omdat de jonge generatie moet laten zien... dat we het cynisme in de politiek ook kunnen doorbreken. Ik heb hier uh, Helder. Ik heb hier ook een vraag van de Talking Dutchman. Uh, meneer Bardet, die is aan u. Uh, Thierry, je zegt te strijden tegen de elite. Maar veel van je plannen zijn in het financieel belang van de allerrijkste. Zoals het schrappen van de erfbelasting. Hoe past dit bij je strijd tegen de elite? Uh, nou, ik weet niet of ik strijd tegen... Uh... De elite. Ik strijd tegen het beleid dat we nu hebben in Nederland. En dat is slecht beleid voor Nederland. Um, maar misschien maar, dan hoe. hoe, 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 hoe het, schrappen het, schrappen verlasting? het schrappen van de erf- en schinkbelasting? Het schrappen van de erf- en schinkbelasting is een uh, maatregel die uh, een uitdrukking is van elementaire rechtvaardigheid. Uh, mensen hebben uh, belasting betaald over geld dat ze hebben verdiend. En moeten dat kunnen doorgeven aan hun kinderen of aan uh, hun naasten. Uh, en uh, de allerrijksten betalen überhaupt wel helemaal geen belasting. Dus je helpt er de allerrijkste absoluut niet mee. Denk maar niet dat George Soros belasting betaalt. En die woont wat? ook niet in Nederland. van. <laughs> dus de, de, maar de, de middenklasse, wij willen de middenklasse beschermen. De middenklasse die ver wordt die tot onderklasse... Door al dat beleid waar ik het al heb over heb gehad, al dat destructieve beleid dat we zien. En je, je wil juist dat hun bezit wordt doorgegeven. En daarvoor moet je dit soort maatregelen nemen. Oké, okay, dus die erfbelasting, dat. Uh... Uh, nou, het is eigenlijk gewoon helder. Uh, het is een lekkere korte vraag. Graag een ja of een nee. Voor u beiden. Van Maurits Dekker. Zou er dienstplicht moeten komen voor jongeren tussen de 18 en de 24? Nee. Nee? Uh... Ja of nee, meneer Berne? Uh... Ja, dat is een hele uh, moeilijke vraag. Ja, dat is ook voor meneer ja, het is een moeilijke vraag. Hij even nadenken. dan zeg ik even waarom. En ja of nee? <laughs> nou ja, het is echt wel een beroep hè, uh, in het leger zitten. Dus je moet zeker zorgen dat je een modern leger hebt, dat ook deze tijden van digitalisering aankomt, dat snel inzetbaar is in grote. Ik conflicten zie ook meneer Bauder hard zeggen: op, uh, mensen opleiden voor dat beroep van militair en niet op het militair ja, het is een, een, een heel moeilijke kwestie, want in principe zijn wij voor. Uh... Nee, ik wil alleen maar ja of nee horen, niet een uitleg. Meneer Jette kreeg ook geen uitleg. Dus nee, nou, hij gaf net een wel een uitleg. Ik gaf jou bedenktijd. Hij gaf een bedenktijd. uitleg, dat was, hij uh, gaf een uitleg was om te Ja, omdat u zo hard aan het denken, te denken was. Ja ja, maar, maar hij gaf dus uitleg. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Van Isbrand Westra. Waarom worden er zonnepanelen gelegd op grond die ook gebruikt kan worden voor andere doeleinden als wonen of landbouw? Waarom geen panelen op huizen die dat niet hebben geregeld door de overheid? Ja goeie vraag. Voor je beiden. Ja, ik heb als minister voor klimaat nu afgedwongen dat alle grote daken van 250 vierkante meter of meer dat die allemaal verplicht zonnepanelen moeten krijgen. Want als we eerst al die lege daken volleggen, dan hoeven we inderdaad niet meer zonnepanelen op landbouwgrond te leggen. Uh, ik ben überhaupt tegen zonnepanelen. Ik ben tegen alle vormen van klimaatbeleid. Dus uh, wat ons betreft uh, helemaal geen zonnepanelen. Helder. Dan een laatste vraag voordat ik weer heb Wacht naar Albert Mag daar één vraag over de... stellen? Want daar ben ik oprecht in geïnteresseerd. Namelijk nou, voor de... Zo. zonnepanelen op daken. Die leiden ertoe... dat mensen in hun eigen energievoorziening kunnen voorzien en dat ze een lagere energierekening krijgen. Dus als het gaat om hè, onafhankelijk kunnen zijn, zelfvoorzienend kunnen zijn, niet afhankelijk van de staat te hoeven zijn, dan is er toch niks mooiers dan dat iedereen in Nederland zonnepanelen op zijn dak krijgt. Als alle subsidies van zonnepanelen af. Zouden, Gaan, dan mogen mensen zelf bepalen dat ze dat willen leggen op hun daken. Als dat door de welstandscommissie komt, want het is bepaald lelijk. Maar oké, okay, uh, dan moeten mensen dat maar doen. Maar op dit Niet moment helemaal is tegen zon. de zonnepanelen... De zwaar... Nee, goed, mensen hebben vrijheid. Maar het is, het is alle zonnepanelen die je nu kan kopen... Alles wordt extreem zwaar gesubsidieerd. Onze. Dus als je dat allemaal weg zou doen en je onze. zou dan op, in de vrije markt zonnepanelen willen kopen, uh, dan zouden mensen dat moeten kunnen doen, vind ik. Maar ik zeg er ook bij, wat ons betreft, ook gewoon gasboren uit Groningen, kerncentrales bouwen. Dus energie wordt in ons, in ons Nederland heel erg goedkoop en daar kan geen zonnepaneel tegenop. We gaan even door naar de laatste vraag uit de chat, voordat ik naar Albert ga. Van Ralf den Boer. Misschien een iets luchtigere vraag. Laten we even guurlijk nu ik er zo over nadenk. Uh, zowel Forum als D66 hebben beide plannen. Uh, beide ruimtevaart in hun verkiezingsprogramma staan. Maar Forum heeft daar wel erg ambitieuze plannen voor. Kan meneer Baudet deze kort toeleggen? Leg, lichten? Ja, wij denken dat het een van de grootste tragedieën is van de moderne tijd. dat uh, onze cultuur zich richt op zwakte. Dus wij zijn gericht op. Men, niet iedereen kan meekomen. We moeten uh, sorry zeggen voor het verleden. Uh, alles is gericht op onszelf. Naar beneden halen, het verleden, het, 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 ook in het onderwijs. We richten ons continu op de mensen die niet makkelijk mee kunnen komen. Maar we hebben geen visie meer op excellentie. En wat kun je nou beter doen als samenleving dan ook nog het allerhoogste doel, het allergrootste doel? Dat zegt Elon Musk ook. Wij gaan naar, gewoon, naar de maan. Wij gaan gewoon Mars koloniseren. Waar, oh. waar wilt u dat Maar dan dan wij gaan nog niet op de maan. Meneer Borden, u, u wilt een uh, raket de lucht in schieten. Vanaf waar wilt u dat doen? Nou, bijvoorbeeld vanaf Suriname kunnen we prachtig een deal mee maken, of ergens anders in het Caribisch gebied. Ik las ook Aruba, klopt dat? Prima. Het Aruba's... staat volgens mij in uw verkiezingsprogramma. Daar ja, kunnen we toch mee over overleggen? Ja. Nee, maar dat is dus wat u wil. Ja, maar het, 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 het is toch. niet zo dat. Het per se Aruba moet zijn. Als er een probleem is in Aruba, dan doen we het ergens anders. Ik, ik sta daarvoor open. Dat moeten we organiseren. Het is niet zo dat, dat dat dan over tien jaar, als dat gelukt is, dan moet dat in Aruba zijn. Want dat stond tien jaar geleden in het verkiezingsprogramma van de VD. Tuurlijk niet. Wij hebben een. Algehele oh, visie. En een voorbeeld waar dat zou kunnen, is Aruba. Ja, ja. Maar het lichtpuntje van dit debat is denk ik wel dat iemand die een paar weken geleden bij de politieke beschouwingen nog betwijfelde of dat de mens ooit op de maan is geweest, nu wil investeren in de ruimtevaart. Dus het... We hebben in ieder geval, maar u, u bent in ieder geval van plan om ergens Aruba, Suriname, waar dan ook. Uh, dat heeft die focus. We gaan uh, naar Albert. Dan ja, nou, zitten hier nog allemaal jongeren in de. Zaal. Suriname. Nee, dat was duidelijk. De focus is ja, dat Nederland uh, ja, maar, weer. We weer wat we eerder hebben gedaan met de zeeën. Uh, uh, zeg maar overvaren. En dat we weer die spirit krijgen van een, een natie die streeft naar het hoogste. En dat is, een, denk ik, een, iets wat we spiritueel gezien zijn kwijtgeraakt in het Westen, in de moderne tijd. En dat is een heel groot probleem. Ik, ik wou eigenlijk naar de jongeren, als u het goed vindt. Izee, je brand. Ja. Ik heb eigenlijk voor beide een vraag. En de eerste vraag is heel kort eigenlijk. Waar waren beide heren op 14 of 15 juli 2021? Dat is een lastige vraag, snap ik. Nou, ik, ik kom uit Valkenburg en ik heb zelf de overstroming meegemaakt, 14 juli 2021. En ik wil eigenlijk aan beide heren vragen. Want ik weet, beide heren waren er ook niet op dat moment. Of de dag erna, 15 juli 2021. Voelt u zich dan ook een volksvertegenwoordiger... voor de hele bevolking? Want ik weet, partijen, partijen voelen zich juist volksvertegenwoordigers... voor de hele bevolking. Maar waar waren beide heren dan juist in crisistijd? Meneer Jetten, eerst voor u. Ja, ik, ik ben daar toen niet naartoe gegaan... omdat er heel veel hulpverleners waren... en ook een aantal andere mensen vanuit het kabinet. Uh, en ik... Ik wilde er niet een soort van uh, kijkshow van maken dat iedereen daar maar uh, langs ging komen. Maar ik denk dat die overstromingen in Zuid-Limburg en in Duitsland en België toen wel hebben laten zien hoe groot de impact kan zijn van klimaatverandering en van extreem weer. En dat is ook de reden waarom ik de afgelopen jaren als klimaatminister echt alles uit de kast heb getrokken om eindelijk die klimaatdoelen binnen bereik te krijgen. Maar we zijn er echt nog lang niet. We moeten hier volop mee door. En we moeten ook nadenken, als je dus vaker periodes krijgt van extreme droogte of van extreme regenval, hoe ga je dan ons land ook beter inrichten, zodat we niet meer deze ellende hebben met uh, in dit geval heel veel huizen die onder water zijn komen. En voelt u zich dan een volksvertegenwoordiger voor de hele bevolking? Absoluut, want je moet ervoor uh, zorgen dat iedereen in Nederland veilig kan zijn. Dat is de belangrijkste taak die we als uh, overheid hebben. Meneer Boudet? Uh, ja, um, we moeten nadenken over het algemeen belang. En uh, het is uh, verdomd rot als dit soort dingen gebeuren natuurlijk. Dat uh, kan ik me voorstellen. En um, uh, uh, we moeten helpen en dat soort dingen, vanzelfsprekend. Um, volgens mij is het niet onze plicht als volksvertegenwoordiger om. Continu overal te zijn. Als er ergens dit gebeurt, dat gebeurt. Ook dat in dit tijdgevoel met z'n allen daaromheen gaan staan. En wat moeten we dan doen? Nee, we moeten natuurlijk wel praten met elkaar over hoe komt dit en wat, wat moeten we daaraan doen. En dat is niet een fantasie over klimaatverandering. Dat is gebrekkig irrigatiewerken, dijken verzwaren, dat soort dingen. Dat is allemaal uh, common sense. En je moet niet de totale Nederlandse economie kapot laten gaan. Uh, uh, omdat je voor duizend miljard 0,00000. 7 graden minder opwarming in het jaar 2100 wil. Dat slaat nergens op. Dus je moet gewoon rustig kijken. Het is, het is heel rot dat dit gebeurd is. Moeten we uh, betere irrigatiewerken organiseren? Betere dijken? En, um, maar Ik en hoor u zichzelf vormen. afvragen... wat moeten we daar dan doen? Als u dus een Valkenburg zou zijn geweest. Maar het is niet zozeer dat u een actie moet gaan verlenen. Maar het is juist hetgene... dat de politicus in tijden van crisis aanwezig is... Dat zorgt voor ons zoveel beter voor een stukje herstel en een stukje verwerking. En juist om geen politicus te zien in tijden van wanneer één grote crisis, want zo hebben wij het echt ervaren: grote klimaatcrisis zich nou ja, voordoet en dat dan geen politicus daar is, hoeven niks te doen in de zin een van een, een actie te verleden. Maar ga in gesprek met de burger, ga in gesprek, stel u daadkrachtig op. Stel Een lange termijn visie op. En dat is wat wij heel erg gemist hebben en waar wij denken: hoe kunnen deze heren nog zeggen dat zij zich een volksvertegenwoordiger voor de hele bevolking voelen? Ja, er zijn wel ook daarna echt wel mensen ook geweest, maar ik hoor je ook zeggen: dat was eigenlijk te weinig. We willen meer aandacht, we willen meer erkenning voor wat er bij ons is gebeurd, maar misschien ook wel. Ja, nu juist uh, nu het van de voorpagina's is verdwenen, ook met elkaar kijken... hoe kunnen we dan voorkomen dat het nog een keer in Valkenburg kan gebeuren? Ja, want wij, ons hotel is dan overstroomd. En na 2,5 jaar is het hotel nog steeds niet helemaal gerenoveerd. Mm. En dat doet gewoon heel erg veel pijn om zeker te zien... wanneer geen verzekering nul euro heeft uitgekeerd... en vervolgens die erkenning vanuit de politiek... het voelt alsof die er bijna niet is geweest... Ja. Nou, dat, dat, dat is wat ook veel Groningers herkennen. Dus het totale falen van het partijkartel manifesteert zich ook hier. Uh, kijk, ik denk dat het veel belangrijker is dat dat geregeld wordt. De schadevergoeding, uh, wederopbouw. En precies dat kunnen ze niet. Wat ze wel kunnen, is spelen dat ze een luisterend oor hebben. En precies de reactie van Jette hier, uh, is dus exemplarisch voor de soort politiek die wij hebben gekregen, dat is namelijk theaterpolitiek. Ja. Dat doen ze ook met Groningen. Het is zo erg. Die mensen hebben nog steeds geen geld op hun rekening. Dus dat is het verschil. Je kunt misschien zeggen... dit is wat afstandelijker, wat rationeler. Maar dan krijg je wel schadevergoeding. Daar heb je wel echt wat aan. En een fantasie ook weer over die 0,0007... dat helpt zo'n overstroming niet. Je moet gewoon betere dijken, betere irrigatiewerken bouwen. En dat doen ze niet, want alles geld gaat de... naar die windmolens. Ben je wel eens in Valkenburg geweest? Zeker wel. En dus kunt u zich voorstellen dat nog hogere dijken bouwen... het mooie landschap daar ook niet echt twee dingen. beter gaat worden. Dus je moet juist kijken... Wat is het probleem wanneer hoe, ontstaan overstromingen... als het dat er irrigatiewerk niet goed is? En dat irrigatiewerk is niet alleen maar hogere dijken... is ook aftakkingen van de rivier enzovoort. Het zijn allemaal experts deskundigen. Zou ik zeggen, ga zo dan een keer in Zuid-Limburg kijken. En ik ben het. daar ja, zo ja. best heel ja. vaak ja. geweest. Te komen en het ik u heel graag een rond willen leiden om te laten zien... waar het probleem ligt en dat het echt niet zo één, twee opgelost kan worden en wat u net vertelt met de wooncrisis. pak het probleem aan en met immigratie nu hoor ik u zeggen, maar u kunt ook gewoon toch beter gaan uitkeren, zegt u tegen Jetten. en wilt u juist het gevolg aanpakken. Dus nee. hoe wilt u dan gevolg oorzaak? De oorzaak is uh, falende irrigatiewerken en. Uh, en instabiele dijken. Dat is de oorzaak. De oorzaak is niet dat de aarde misschien 0,007 000, 000, 000, graden warmer is. Dat is niet de oorzaak van een overstroming. De overstroming is dat die irrigatiewerken niet goed lopen. Want er, de, 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 de temperatuur schommelt altijd. Dat is niet het, de, de oorzaak van het probleem. U dus ziet niet we, dat er een oorzaak is dat opeens zoveel meer regen komt... Dat... Dat, dat is, is ook niet, niet zo. Oh, nou, ik heb wel echt heel veel ja. regen gezien. Ik heb ook een hele hoge waterstand gezien, die ik nog nooit gezien heb. Nee, je, maar dat zie ik ook wel als een oorzaak. En, en dan, dan, dan is het niet zozeer van. de falen. Ja. Op de één plek is misschien dan nu een overstroming. En twintig jaar geleden was er op een andere plek een overstroming. En jij hebt in jouw leven nog nooit een overstroming in Valkenburg gezien. Fine. Maar als je kijkt naar mondiaal, er is geen toename, statistisch gezien. In weersextremen. Dat, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon onzin. De, de, de meeste gevaarlijk. Het is gewoon niet ja, waar. Het is echt gevaarlijk. we nog even. 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 Allemaal nee, statistieken even. wijzen dat Ook het rapport van de IPCC. het Laatste rapport zegt gewoon: dus geest, is geest, toename orkanen, windhozen, overstromingen, droogtes. Dat is gewoon niet zo. Het laatste wat van dat jet is, hier. Als ergens gebeurd is, is fout en dan moeten we irrigatiewerk aan doen. Maar niet al ons geld gaan stoppen in windmolens, want dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. Nee, uw punt is, het is duidelijk, duidelijk nog een pure gevaarlijk. klimaatontkenning die ons ook gewoon in gevaar brengt. Ik we, weten, niet dat er een klimaat we weten is, uit hoor. alle rapporten dat de komende decennia het klimaat ook in Nederland enorm gaat veranderen. Ja, dat we extreme weer gaan krijgen. Dat we in Nederland hele hete zomers gaan krijgen en periodes van hele heftige regenval. En we kunnen dat nog afremmen als we meer klimaatactie doorzetten, zoals ik de afgelopen jaren heb ingezet. Maar we ook nadenken over hoe richten we ons land beter in. En je hebt daar één heel goed ding aan toegevoegd. Als mensen dan alsnog als inwoner of als ondernemer te maken krijgen met klimaatschade, is er dan ook een overheid die jullie dan. Te hulp schiet. En daar hebben we dan tekort geschoten in Zuid-Limburg. Dat moeten we beter doen. We gaan even naar Bram. Want je hebt eigenlijk best wel getwijfeld om hier ja. te komen vanavond. Kun je uitleggen waarom? Uh, nou, het is best een persoonlijk iets. Dus misschien heb ik even wat tijd nodig. Dus excuus ook richting de kijkers. Uh, ik ben non-binair. En toen ik. Uh, ja, non-binair, ik zie u twijfelen. Uh, en toen ik vertelde aan mijn partner. aan mijn vrienden, aan mijn familie. dat ik in dit debat zou komen. om ook daarover te praten. kreeg ik best de vraag. Uh, zou je dat wel doen? Zou je wel zo jezelf op tv. Daarover praten. Ben je niet bang voor de reacties? Ben je niet bang voor de dingen? En ik heb. Uh, ik ben vrij actief op sociale media. Nou, ik, ik schrik niet meer van doodsbedreigingen ondertussen. Als ik. Het maakt niet eens uit wat ik zeg. Als ik iets. Een beetje politiek getint zeg. Iets over LGBTQ+, Dan krijg ik doodsbedreigingen. Maar ook als ik een grapje maak over dat de trein te laat is. Als genoeg mensen het zien. Dan gaat eentje me met de dood bedreigen. En anders noemen ze me verward. Of zeggen ze. We kunnen zien dat je een jongen hebt. Dan vragen ze wat mijn geslachtsdelen zijn. En. Ik heb het gevoel dat uw partij en andere partijen, ik stel u niet alleen verantwoordelijk, um, de dingen die u zegt, worden weerkaatst door andere mensen richting mij en richting andere mensen zoals ik. En voelt u zich verantwoordelijk voor hoe erg dat mij en mijn omgeving raakt? Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet. Nee. Kent u Google? Dat kan wel. binair. Dat is <laughs> Moet ik het nu even googelen zelf? kan het doen, maar non ik kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of erbuiten staat. Dat valt binnen, buiten het binaire van man en vrouw. Oké. Okay. Maar ben je een man of een vrouw? Ik ben non-binair. Maar hoe kan dat nou? Ja, dat Volgens mij hebben dat we, we hier een jongere van. die zich uh, soms uh, onveilig voelt en vraagt. En zijn, dat, dat deelt met ja. u en u lacht. Misschien kunt u een antwoord geven. Want er is hier duidelijk iemand die het spannend vindt om deze vraag aan u te stellen. Dus ja. uh, dat vind ik dan ook knap, want het is best wel moeilijk om aan landelijke politie vragen te stellen. Uh, u heeft een antwoord op de vraag wat non-binair is. Kunt u een antwoord daarop geven? Uh, uh, op de vraag of ik me verantwoordelijk voel voor uh, narigheid die mensen tegen jou zeggen? Voor mensen die uh, dingen. Herhalen die u en mensen van uw partij en andere partijen zeggen. en er dan nog tegenaan plakken, aanplakken. dat ze mijn hoofd in gaan slaan met de hamer. Want dat heb ik wel eens gehoord. Uh, nee, ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Maar ik vind het wel heel, heel vervelend dat dat gebeurt. En uh, uiteraard kan dat niet. Wilt u wat ik wat vind aan? niet dat mensen uh, met een hamer moeten worden geslagen. Of wat dan ook. Uh. En willen we wat aan doen dat mensen zoals ik niet meer die berichten krijgen? Want door dingen te zeggen over de, de LGBT-propaganda op school. en hoe gevaarlijk dat is, dat is de reden dat ik dat soort berichten krijg. Dat zijn geen individuen. Dat, nee. dat kan ik merken. Dat zijn uh, mensen die ik... luisteren naar u. Kan u, ja, de, ik... kan u mij beloven dat u mijn leven veiliger kan maken? Nou, dat, dat kan ik zeker niet beloven. Ik kan dat aan niemand beloven. Maar, kan u maar beloven ik dat u het voor mensen zoals mij veilig kan maken en dat mijn partner zich niet zorgen hoeft te maken over dat ik met glitters op mijn hoofd op tv kom te zitten. Glitters op je hoofd? Ja, ik heb hier ook met glitters. Kun je niet of dat te zien is, maar. Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus uh, jij bent iets wat volgens mij niet bestaat. Hij zit hier. Maar je zegt dat je iets bent dat volgens mij niet bestaat. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben. Maar, en dan zeg ik, ik zit hier, maar dat, dat, volgens mij bestaat dat niet. Maar zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten: man en vrouw. Um, Intersexe mensen bestaan? Ik ben er tegen dat dat uh, gepropageerd wordt. Onder de, op scholen, op schooltv. Ik vind dat uh, dat buiten het leven van kinderen gehouden moet worden. En verder wens ik je uh, het beste toe. Uh, ja, maar dit, uh, is, uh, uh, dit is echt, sorry, maar dit is bullshit. Ja, je succes. je, niet, je, je kunt niet de de iemand de 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 het de de beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn. op de manier waarop een persoon zichzelf identificeert. Je ontkent identiteit. mijn bestaan. u ontkent mijn identiteit en zegt vervolgens: Nou, ik hoop dat je snel beter wordt. Nou, ik, ik wens je alle geluk van de wereld toe. En is dat zo? Ja. Moet ik geloven? Nou, ja, okay. Dat is toch makkelijk? Ja, ik vind, ik vind het Stefan, wil graag mee te geloven? Meneer Baudet, uh, ik ben zelf homoseksueel, uh, hopelijk weet u wel wat dat is, en uh, u heeft het over LHBTIQ plus propaganda, u heeft het over een verbod uh, op uh, campagne vanuit de overheid, uh, waardoor uh, acceptatie en gelijke rechten uh, uh, meer onder de aandacht komen. Uh, ik vraag me wel eens af: Heeft u zelf mensen in uw omgeving die binnen de LHBTIQ, um, uh, die LHBTIQ, mensen zijn? Uh, ja, ik vind dat die, al die, die aaneenschakeling van al die letters vind ik, vind ik onzin. Uh, omdat het namelijk twee verschillende categorieën zijn: het ene gaat over seks, dus wat je doet in de slaapkamer of op een andere dus plek antwoord, waar je het leuk vindt. Ik is antwoord op mijn vraag. Ja, je weet je nog niet. Dus dat is homoseksualiteit of lesbisch zijn of biseksueel. Dat, dat gaat over seks. Uitkrijgen. Transgender zijn gaat over het einde van seks. Dat maakt je namelijk onvruchtbaar. Je kan dan geen seks meer hebben. Heeft, dus het zijn twee tegengestelde categorieën. Ik ook niet maar de... uit te leggen. Um, mijn vraag is... Nou, ik ga hem even uh, 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 versimpelen voor u. Kent u een homoseksueel persoon? Heeft, uh, heeft u een homoseksueel persoon... In uw uh, omgeving. Daar heb je er een. Ja. In uw persoonlijke omgeving. Ja, ik heb tuurlijk. Ja. Talloze, ik heb talloze vrienden die. Uh, het komt voor in de beste families, zeggen ze toch? Ik kom op. En wat, Echt, wat het... vinden zij van uw plannen? Ja, de meesten zijn het hier gewoon mee eens. De meeste zijn, de meeste homo's die ik spreek, die zijn vrijgevochten uh, in een tijd waarin ze juist uh, uh, de vrijheid wilden hebben om seksualiteit te beleven, om als man. Uh, op mannen te mogen vallen. En dat is prima. Hè? Daar, dat, uh, dat, uh, ik heb daar maar geen probleem mee. Uh, waar ik een probleem mee heb, is dat je op jonge leeftijd aan kinderen gaat uitleggen dat ze van geslacht zouden kunnen veranderen. Wat niet kan, wat hen hun leven lang onvruchtbaar maakt. En wat al wordt begonnen. So, maar dit is echt op elf jaar geleefd. Door 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 hormoon. Want zulke engaal. Om dit voor de rest van hun leven. U heeft als politiek niet meer te kunnen. Een vrijheid van meningsuiting die we allemaal in dit land hebben, maar heeft ook een zeer Dankjewel. grote verantwoordelijkheid om uw woorden goed te wegen. En dit soort taal over homo's, over lesbiennes, over lhbti propaganda, over dat drag queens de hersenen van kinderen zouden brainwashen, die verschrikkelijke taal die u en uw collega's altijd hebben over transpersonen in Nederland, die leiden uiteindelijk tot meer homohaat in Nederland. En het zijn jongeren. Vanuit de LBTI-gemeenschap die vaker depressief zijn, die vaker voor suïcide kiezen, die vaker zichzelf niet durven zijn en daardoor niet het geluk kunnen krijgen in hun leven dat je iedereen gunt. En het is ook aan politici om op te komen voor die gelijke rechten voor elke Nederlander, welke letter van het alfabet je ook bent, welke kleur je ook hebt, welke achternaam je ook hebt. En u ontkent gewoon voor heel veel Nederlanders die vrijheid. En de gevaarlijke taal die u daarbij bezigt, zowel in het parlement als weer hier vanavond in de uitzending, die leidt ertoe dat ik en heel veel anderen vanavond Twitter... Kunnen openen met nieuwe homo en nieuwe bedreigingen. En u zou zich ook eens verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden wat dat betreft hebben. Ja, ik geloof dat helemaal niet. Het gebeurt elke dag en ik zal het u straks weer laten zien. Je, gaat... je schaadt jezelf ook onder een soort, uh, soort, 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 dus dat is die categorie LHBTQI, plus whatever. Ik vind dat onzin. Er is seksuele vrijheid. Mensen moeten naar bed kunnen met wie ze willen. Mensen moeten hun leven kunnen leven. Hoe ze willen. Maar onder de 18 vind ik niet dat je kinderen in een gevoelige leeftijd. waarin ze nog puber moeten worden. Kinderen moet die zichzelf moeten ontdekken. zichzelf moeten kunnen ontdekken. En daar hoort ook goede voorlichting bij. En nog één ding dat ik over wil zeggen. Je ziet over de hele wereld dat vrouwenrechten en homorechten zwaar onder druk staan. Het gebeurt in Amerika, het gebeurt in Europa. Maar het gebeurt ook in heel wat vrouwen. De Trump-taal Trump die u. Naar Nederland heeft geïmporteerd. En dat betekent dat op 22 november bij deze verkiezingen ook de vraag is: gaat dit land een conservatieve koers vragen? Dat is vragen waar waar dit soort vrije verworvenheden ook weer opnieuw onder druk komen dat te waar. staan? Of durven we ervoor te staan dat elke Nederlander zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn? En daar zal ik als D66er altijd voor strijden. Iets heel anders. Cherise. jij wil iets weten over migratie, volgens mij. Ja, nou dat is natuurlijk al vaker gevallen vanavond. Ja. Um, het is een probleem, om het zo maar te zeggen, dat veel migratie, asielzoekers. Die niet hier mogen blijven, hier wel blijven? Wat zijn de concrete plannen om die mensen die dus hier te lang blijven, en dus ook de woningen, markt en dat soort dingen verstoren, om het maar niet te worden te zeggen. Wat, wat, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we zeggen, jij woont hier al, maar je moet nu weg? Wat, wat zijn de concrete plannen daarvoor? Ja, ik vind dat we, dit is echt een onderwerp waar we als politiek de afgelopen jaren veel te veel hebben laten liggen. Hè? Mensen die in Ter Apel of in Budel wonen, bijvoorbeeld, de plekken met de grote AZC's, die hebben al jarenlang overlast van een hoge instroom, maar vooral ook van veilige landers die hier niet mogen blijven en die terug moeten. Wij willen investeren in een goede asielketen, dat mensen die binnenkomen dat daar heel snel van duidelijk is: mag je blijven of niet? Als je mag blijven, leer je zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Ga je aan het werk? Ga je meedoen? Maar mag je niet blijven, dan sturen we je ook zo snel mogelijk terug naar het land waar je vandaan komt. En dat betekent dat we ook goede afspraken moeten maken met die landen, zodat ze die mensen ook terugnemen. Ja, ja ik begreep niet helemaal. Is de vraag nou illegaliteit? Is dat dus mensen die te lang blijven, als in hun. langer ja, dus, dan hun verblijfsvergunning toestaat? Ja. Precies. ja. Ja, wij zijn uh, anders dan D66. Wij willen dat illegaliteit ook strafbaar wordt. Dat is nu niet zo. Hè. Dus uh, wat Jette hier zegt, dat, dat is niet in lijn met het verkiezingsprogramma. Als mensen illegaal zijn in Nederland nu, dan, dan, dan kunnen ze gewoon illegaal blijven in Nederland. Wij vinden dat dat uh, ja, in strijd is met de wet eigenlijk, want illegaal betekent niet wettelijk. Dus dan mag je hier niet zijn en dan zou je moeten worden uitgezet. En dat vind ik een heel normaal principe van een beschaafde samenleving. En dat je mensen uitzet, dat, dat, doet, dat doet elk land dat zichzelf serieus neemt. Dat doen de Verenigde Staten. Dat, 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 dat doen landen die het belangrijk vinden dat ze controle hebben over hun immigratiebeleid. En wij zijn een partij die dat ook heel belangrijk vinden. Maar Sheriff wilde volgens mij weten hoe u die mensen dan gaat terugsturen. Want ja. vaak nemen die landen die mensen dan niet op. Ja, dat is, een, dat, dat is echt een kwestie van luiheid. Bijvoorbeeld Marokko neemt mensen niet op. Uh, maar wij sturen wel miljarden per jaar aan ontwikkelingshulp en dat soort steun allemaal aan Marokko. Ja, is er gewoon, is gewoon geen politieke wil. En er is geen politieke wil, dat zie je ook, omdat deze mensen die zijn voor de structurele transformatie van de Nederlandse bevolking, daarom laten ze massale immigratie jaar in jaar uit toe. Dus het is onderdeel van hun overtuiging. Zij willen dat gewoon. En het, het, het maakt ze niet zoveel uit dat, dat die mensen niet teruggaan. Als je dat echt wil als Nederland. Heb je in, een in een weekend hebben wij dat gevinkt. Maar hoe gaat u dat dan doen in een weekend? Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld, je stopt dus, wat ik net zei, dat is één voorbeeld, maar je stopt met het geven van miljarden aan ontwikkelingshulp aan Marokko. En je dat is ook... echt niet heel erg moeilijk hoor. Je, je bevriest okay. de buitenlandse tegoeden van Marokkanen die in Marokko wonen. Klaar! De, de, de Marokkaanse overheid kijkt gewoon naar hoe ver Nederland wil gaan. En wat Nederland tot nu toe doet gewoon helemaal niet in geïnteresseerd. Je stopt de landingsrechten van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij op Schiphol. Dan is het klaar. In, in, een da, in een uur hebben wij dat gefixt. In een uur. Nou, oh, oh, maar, maar de politieke wil ontbreekt. Ik geloof niet dat, dat mensen is het thuis trappen in beloftes... dat je binnen een uur of zoiets hebt opgelost waar we al zoveel jaren mee worstelen. Maar in uw eerste antwoord zat een uh, rechtsextremistische dokwissel en die wil ik toch ook even markeren, alsof er een heel groot plan is... Om onze samenleving te verdunnen door allerlei mensen uit het buitenland hier naartoe te halen. Dat heeft u ook eerder gezegd in een toespraak: Homoeopathische verdunning is echt rechtsextremistische taal. Daar moeten we ons ook tegen verzetten. Dimitro, jij wil een vraag stellen over de oorlog in Oekraïne, volgens mij. Ja, aan de heer Baudet. Ik kom zelf uit Oekraïne. En Waar me... in Oekraïne? Uh, in het uh, zuiden van Oekraïne, Mykolaiv. Oh, ja. Ja, en het doet me eigenlijk pijn om te horen dat mensen hier in een veilige omgeving zeggen, uh, zoals de heer Jet al zei. Uh, dat Poetin of uh, Russische soldaten die mensen vermoorden helden zijn. Waarom zegt u dat? Vindt u nog steeds die mensen die miljoenen mensen op de vlucht lieten gaan, die, die duizenden mensen hebben vermoord, vindt u ze nog steeds helden? Uh, nou, ik heb nooit gezegd dat ik soldaten helden vind, of dat u mensen heeft, u heeft die mensen moorden helden heeft. vindt. Kijk, ik vind het uh, uh, heel tragisch dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Wij zijn als partij ontstaan vanuit een referendum over. Het associatieverdrag met Oekraïne, wat het begin was van die oorlog, bij de opmaat naar die oorlog. En de Nederlandse bevolking heeft ons toen gevolgd. Hè. Bijna twee derde van de bevolking wilde dat associatieverdrag ook niet. En vervolgens heeft de regering, waar onder andere Jette van uitmaakt, uh, dat genegeerd. Dat associatieverdrag toch laten doorgaan. En uh, ja, de gevolgen die, die zijn afschuwelijk voor, voor de Oekraïners in de eerste plaats. Maar uiteindelijk voor ons allemaal, hè. Europa leidt hier ook onder. Rusland leidt hieronder. Uh, dus het is eigenlijk in het belang van helemaal niemand, behalve van het militair-industrieel complex. Uh, en dat is heel tragisch om aan te zien. Het is, het is vreselijk dat dat gebeurt. Wij zijn de partij van de Vrede, wij willen dit stoppen. Dat, dat kan ook heel makkelijk. Er liggen vredesakkoorden. Uh, Rusland wil vrede. Uh, alleen de Verenigde Staten wil geen vrede. Daarom blijft de Verenigde Staten doorgaan met deze oorlog. Ik wil alleen één punt onderstrepen. Het associatieverdrag is niet het begin van de oorlog. Het, de beslissing van de heer Poetin is het begin van de oorlog. Hij heeft besloten dat het moet beginnen. Ja. Het ligt niet aan de EU, het ligt niet aan de NAVO, het ligt niet aan de uh, VS... het ligt niet aan het associatieverdrag. Het ligt alleen één man die u een held noemt. En dat kan... Ja, dat de, denk de, 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 daar de, denk ik echt anders over. Maar hij begon de oorlog. Hij is de verantwoordelijke. Waarom noemt u hem nog steeds een held? Het is al bewezen door de VN vandaag... Dat 59 mensen in het dorpje Groza, Groza zijn omgekomen door een raket van de Russen. Het is bewezen door de VN. Waarom noemt u die mensen nog steeds helden? Ik begrijp het niet. Ja, ik begrijp het niet. Ja, nogmaals, dat heb ik al gezegd, maar uh, ik heb niet soldaten of mensen die burgerslachtoffers maken, helden genoemd. Poetin geeft hun de, dan de dan opdracht. Dan Waarom noemt dan u hem, dan hem dan een held? De vraag. Waar de oorlog mee is begonnen en wie daarvan schuldig is, daar hebben wij duidelijk een meningsverschil over. Kijk, in mijn overtuiging heeft Rusland defensief gereageerd, omdat al sinds 2014 bombardementen op Oost-Oekraïne gaande zijn geweest. Uh, en uh, de Amerika, door de NAVO-Amerika georganiseerde staatsgreep daar in 2014. Het begin was van de opbouw van wapentuig, agressief wapentuig in Oekraïne. De vraag was: dus Waarom omdat, vindt u een held? Dus, 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 nee, dus nog even, nee, de vraag was: Waarom vindt u een held? Dat was de vraag. De, Kunt u daar nog even kort een antwoord op geven? Ja, dus het is weer heel duidelijk. NPO dit, hoe dit gekleurd is helemaal. Ja, het is niet bedacht door iemand hier in de studio. Het is mijn eigen vraag. Ik ben hier gewoon als persoon, als Nederlandse kiezer. Ik heb nu al twee keer geantwoord dat ik soldaten die burgerslachtoffers... Maar waarom Poetin? Zijn vraag is, waarom vind je Poetin een, een held? held Poetin. Geef nou, antwoord op de vraag. Poetin die het MH17 uit de lucht schoot... waar onschuldige Nederlanders, Nederlanders dood gingen. Burgers... Poetin die Oekraïne bezet. Poetin die democratische waarden aanvalt. Waarom is Poetin een held, meneer Baudet? Waarom zit iemand zoals u in het Nederlands parlement... die hier blij zou moeten zijn dat we in vrijheid en democratie mogen leven... waarom vindt u iemand een held die in een andere Europees... Het democratische land aanvalt en al maandenlang bezet. Ben je klaar met je toneelstukje? En geef gewoon antwoord op zijn vraag. Het is nog niet zo moeilijk. Waarom is Poetin een held? Eh, wat ik heb gezegd, is dat ik dat ik denk dat Poetin eh, als leider van Rusland sinds 1 januari 2000, eh, op een zeer eh, bijzondere manier zijn land heeft. Wederopgebouwd. Tussen 1990 en het jaar 2000 stortte Rusland in een op. Met name onder het bewind van Boris Yeltsin. Het, het viel ten prooi aan roofkapitalisme. De levensverwachting daalde ingrijpend. En Vladimir Poetin heeft van Rusland weer een sterk. Land gemaakt. Hij heeft er een land van gemaakt. Dat, en ma 17 uit uh, economisch. Uh, uh, en Oekraïne oef... aangevallen. Dus, uh... Oekraïne is trouwens niet de eerste. Georgië was ook uh, in 2008. Kijk, um, U zegt het, het ik... gaat nu over de. Dus mag ik. Ga ik ja, nee, maar. We gaan niet dus een heel college. We gaan, geven over niet, de we de gaan de niet. Ik ga over mijn eigen antwoord. Ja, antwoorden. maar ik ga hier over de hele uitzending. Nee, Bordel, even serieus. Om mij hier te. Dat is helemaal niet waar. Ik geef een normaal antwoord. Kijk, wat er gebeurd is. Voor de Ja, ja, ja. Wat er gebeurd is, is dat de Amerikanen. Met name de, de NAVO, uh, uh, op alle mogelijke manieren een ondermijningsagenda uitvoeren om Rusland ten val te brengen. Dat is al sinds de jaren zeventig het grote doel van de Amerikaanse buitenlandse politiek. En de Kleurenrevolutie, zoals dat genoemd wordt, dat is een instrument van de Amerikaanse imperialistische politiek. En Rusland heeft zich daartegen te weergesteld. En de endgame Ukraine, zoals dat al door Brzezinski en Kissinger vanaf de jaren 70 uiteens gezet, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Als ze dat hebben, dan kunnen ze Rusland. Pakken. Dus Amerika is de agressor en Rusland treedt defensief op. Vind ik het tragisch dat die oorlog er is? Ontzettend. Was het te voorkomen geweest? Ja. Is het nu nog te stoppen? Morgen. Geen enkel probleem. Alleen Amerika gaat hier maar mee door en met name het Amerikaanse militair-industrieel complex. Het is te stoppen, en ik vind het vreselijk als... voor jouw landgenoten en voor mensen zoals jullie. En jullie zouden ook moeten inzien dat je niet slachtoffer bent van een Russische agressor, maar je bent slachtoffer van een Amerikaanse agressor. Nog één keer even die metro en dan gaan we naar heel riet. Het is gewoon de van Poetin die hier naast mij zit. Ja, uh, ik ben het helaas mee eens met uh, meneer Jetten, uh, maar het is niet Amerika die dit veroorzaakt. Het is Rusland. Rusland vuurt de raketten af en alles wat Amerika doet is wapens geven om te verdedigen. Als iemand wordt aangevallen, ga je dan wat staan? Ja, jullie moeten maar stoppen of helpen aan de, ze, aan de persoon die wordt aangevallen. Wat gaat u zelf dan doen? U stemt altijd tegen hulp, tegen hun verdedigingshulp aan een land die aangeva, aangevallen werd. Op 24 februari 2022. Mensen waren aan het slapen en ze werden gebombardeerd door een persoon die u een held noemt. Kun, staat u nog steeds achter uw, uw woorden dat hij een held is? Terwijl hij de opdracht geeft om miljoenen mensen te laten vluchten of honderdduizenden te vermoorden. Even Poetin is een held binnen okay, de binnenlandse politiek, binnen ja. de binnenlandse politiek. Ja. Heeft hij dat heeft hij heel Ik goed wil een ja, of nee. ja of nee? Ja of nee. Uh, ik denk dat het ontzettend tragisch is. Ik denk dat Poetin het ook heel erg tragisch vindt uh, dat die oorlog gaande is. Daarom biedt hij elke dag vrede aan. Maar het Westen weigert dat. We gaan naar Hilrieke. Uh, ja, ik heb een vraag aan meneer uh, Jetten. Um, u hebt net al uh, verteld dat u u erg inzet voor de LHWTI. Um, ik vraag me af, een onderwerp als abortus... waarom uh, geeft u zeg maar, daar niet meer aandacht aan bepaalde alternatieven? Omdat ik die bij, uh, ja, bij LHWTI word er heel erg... Diep op doorgegaan, maar bij abortus. ja, helemaal niet. Wordt er wordt eigenlijk geen alternatief geboden. Nee, dit gaat uiteindelijk inderdaad om hè, de, de vrijheid. en de autonomie van de vrouw over haar eigen lichaam. maar ook de keuzevrijheid die je als vrouw moet hebben. Eh, hoe je wil omgaan. in dit geval met een eh, ongeplande of ongewenste zwangerschap. En dan vinden we dat we in Nederland. Eh, dat recht op abortus ook goed in de wet moeten verankeren. Dat we daar niet vrouwen en artsen die goede zorg verlenen. daar moeten lastigvallen. Met allerlei, uh, nu nog, uh, wetboek van uh, strafrecht: dat goede abortuszorg ook toegankelijk moet zijn, dat je daar naartoe moet kunnen gaan zonder dat je demonstranten bij een abortuskliniek tegenkomt. Maar je moet ook die vrouw wel goed voorlichten en alle mogelijke opties geven. Want uh, er zijn soms ook vrouwen die gewoon in een kwetsbare situatie zitten en die wellicht met andere vorm van hulp en begeleiding. Uh, wel, zo'n zwangerschap kunnen doorzetten. En ik heb de afgelopen periode in een coalitie gezeten met D66 en de ChristenUnie. Twee uiterste als het gaat om medisch-ethische thema's. Maar we hebben elkaar daar uiteindelijk soms ook gevonden door te zeggen. het gaat hier uiteindelijk aan de ene kant om die goede voorlichting. En aan de andere kant om het goed verankeren van uh, de vrijheid, zodat iemand zelf een beslissing kan nemen. Ja, maar um, het gaat dan om uh, de beslissing van de vrouw, dat snap ik. Maar... Um... Zeg maar, mijn nicht die werkt op een verloskundeafdeling. En zij zegt bij een miskraam wordt er altijd gesproken over rouw. Nou, rouw is iets wat je hebt na een leven. Um, waarom wordt het bij abortus dan niet gezien als een leven? En bij een verloskundeafdeling wel? Nou, ik denk dat iedere vrouw die uh, kiest voor abortus voor een hele moeilijke keuze staat. Dat is niet iets wat je even uh, tussen de koffie uh, en, en de thee door uh, besluit. Dat is iets waar. Ook vrouwen lang over nadenken. En dat is een heftige keuze die je alleen zelf kan maken, maar die ook heel veel impact kan hebben. Dus ik vind het ook belangrijk dat mensen die voor abortus hebben gekozen, daarna ook goede begeleiding krijgen als ze daar behoefte aan hebben. Want ook dan kan er sprake zijn van rouw, van veel emoties. En die moeten we ook gewoon heel serieus nemen. Maar ik denk niet dat uh, begeleiding van tevoren dan veel belangrijker is om ook. Een alternatief te bieden voor eventuele spijt. Of... Ja, volgens mij is het is er dus en en. Hè? Goede uh, begeleiding en informatie aan in de voorkant. Zodat je ook uh, tot een weloverwogen keuze kan komen. En welke keuze dat dan ook is, dat er dan daarna ook goede hulp is. Als je zegt ik wil door met een zwangerschap en ik wil door met dat kind, dat je daar goede hulp bij krijgt. Maar ook als je ervoor kiest. Om die uh, keuze voor abortus te maken. En ik geloof echt dat je dan als moeder het best in staat bent om die keuze te maken. Dat als je dan uh, emoties of rouw hebt daarna, dat er dan ook mensen zijn die je daarin kunnen bijstaan. Maar um, omdat u het zelf ook rouw noemt, ziet u het dus wel als leven? Nou ja, het is uiteindelijk uh, uh, een, een levend uh, iets wat in je lijf zit, inderdaad. Maar de vraag is: kun je als moeder op dat moment er echt voor gaan? Welke omstandigheden bevind je je in? ...kun je voor uh, dat kind ook echt alles geven dat je wil geven. Ja, en als je daar als vrouw tot de conclusie komt dat dat uh, niet het geval is... ...dan moeten ook niet mannen of andere mensen zich daarmee bemoeien. Dan moet het echt een keuze van die vrouw zelf zijn. Nee, dat klopt. Maar um, ziet u dan ook, zeg, omdat u dus zelf eigenlijk ook leven noemt, als moord? Nee. Waarom dan niet? Omdat je dan echt met uh, voorbedachte raden iemand echt van het leven berooft. En het hier gaat... Om een keuze in het uh, ja, prille deel van het leven, waarbij je als moeder of als vrouw uh, zelfstandig die keuze kan maken. Oké, okay, maar zo'n baby die had toch anders ook een leven gehad? En daar beroof je hem dan in principe ook van? Dan is het de vraag van wat voor kwaliteit van leven is dat? En uh, daar denk ik dus echt dat die, uh, dat die vrouw daar de beste keuze en de afweging in kan maken. Maar zijn, ligt daar dan niet juist een. Uh... Ook aan de politiek om daar juist alternatieven in te bieden? Nou, ik denk wat we wel veel beter nog kunnen doen ook in Nederland, is uh, als dat uh, mag, goede seksuele voorlichting, ervoor zorgen dat er goede voorboordsmiddelen beschikbaar zijn, dat ook, eh, ook jonge vrouwen goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden die er in Nederland zijn, zodat je niet op het allerlaatste moment het gevoel krijgt: ik sta nu voor het blok en ik moet nu een onmogelijke keuze maken. Dan zijn we eigenlijk al te laat. Dus, uh, alles wat je aan de voorkant kan doen met goede voorlichting en goede informatievoorziening. helpt ook voorkomen dat vrouwen in dit soort onmogelijke situaties terecht gaan komen. Het is geen uh, licht onderwerp, maar ook meneer Baudet. nog even over het thema abortus. Kunt u eigenlijk uw standpunt daarover duidelijk maken aan Hilrike? Uh, ja, abortus is altijd een tragedie. Uh, en. Uh, wij willen niet dat het makkelijker wordt om het, uh, om het te doen. En we hebben ook grote twijfels bij de termijn. Dus uh, ja, bij twintig weken is het toch echt al wel een heel ver gevorderd uh, stadium. Dus uh, wij zijn daar veel uh, terughoudender in en veel conservatiever in... dan uh, ja, de gevestigde partijen. Ik wil u uh, gaan danken allemaal, want we zijn al bijna anderhalf uur bezig. Niet te oh. geloven, time flies. Wij gaan afronden. Ja, het, uh, het ging er uh, zo af en toe even fel aan toe... En dat moet ook kunnen in de politiek, want niet iedereen heeft dezelfde mening. Uh, jullie heel erg bedankt voor het kijken. Jij bedankt voor het kijken. Aan de jongeren hier in de studio, uh, heel erg bedankt voor het komen. U bedankt voor het komen en voor het beantwoorden van de vragen. Morgen zijn we er weer. Ja, en wie zitten er dan? Dat zijn Dylan Jesselkus van de VVD en Caroline van der Plas van de BBB. Weer een goede line-up dus. Zie je morgen, 7-1. Zeg je niemand bij halen van mijn droom. Live boom boe my je.